Welkom bij deel 4, a.k.a. part 2 van de fucking... deze rot bingo. We zijn nog steeds aan het zoeken naar Melon, Bloom en de slimeball. In principe, want... en de redstone, want ja, ik wil de redstone nog hebben. Laten we gelijk beginnen. Ben jij al verder aan het gaan of nog niet? Ik heb alleen van hout flinks gemaakt, verder doe ik niks. Oké, laten we dus nu weer beginnen. Yay! We zijn dus weer verder. Het is de volgende dag. En er is fucking veel lijk. We wouden echt net beginnen. En ik denk van, yay, juf is er, yay, we kunnen beginnen. En network issue. En er was van, oh. Ja, dit is heel jammer. Ja. Beetje hetzelfde als de, heel leuk. Als de server nu, hoe laggy die is. My lord. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar het lagt. Heb je dat ook? Volgens mij niet echt, maar ik heb meer dat jij lagt qua praten. Het zal weer eens niet. Maar het is verstaanbaar hoor, dus no worries. Ja. Oké. Code overblast, alles gaat weer mis. Nou, kom op. Hallo? Ben je er nog? Nee. Okay. Ik ben er nog, ja. Bij mij laden de chunks heel traag. Oh. Bij jou niet? Nee, maar ik heb mijn chunks ook altijd wel redelijk laag staan. Oké, dat is best wel een behoorlijke disadvantage. Mijn internet is slecht en ik weet niet waarom. Ja, ik heb ook niet meer draag geloof. Nou, dat wordt de zo'n aflevering. Ik vind het ons niet in ieder geval. Heet het wachten op chunks die laden. Ik ben echt verbaasd dat jij dat niet hebt. Nee, volgens mij. Ik zit nu vast uit een chunk. You're kidding me. Cookie! Kijk. Ik moet zeggen, toen met die boot, toen ik vast zat in die oceaan, dan had ik het wel heel erg. Hoe was Powerhorse trouwens? Oh, prima. What the fuck? Kijk, ik ga toch nog even zo. Ik doe niks, ik zit alleen een beetje op paarden te doen, dus ik wacht wel even. Ik hoop dat het nu een beetje laden. Nee. Ja, ietsje beter. Steeds niet goed genoeg, maar wel ietsje beter. Oké. Laat! Wat is voor problemen, man? Is de server echt niet laggy bij jou? Nee. En dan bedoel ik dat de chunks niet laden. Jouw chunks laden gewoon instant. Ik zal eventjes... als ik nu verder loop, inderdaad niet. Nee. Nee, oké, dan ligt het dus niet aan mij, gelukkig. Chunks laden zo traag. Ik zit nu vast op een paard in de lucht. Ik zit ook te denken van, hoe de fuck ga ik die meloen anders krijgen? Ik denk dat ik gewoon door moet gaan, want ik ben ook 12.000 blokken weg. Misschien is dat ook een probleem. Dus wat ik denk ik ga doen, ik ga gewoon door. Ja, ik ben even de server uit en in. Hoezo? Omdat ik midden in de lucht, of in ieder geval het paard stond te stijgen in de lucht. Ja, dan moet je gewoon even wachten. Oké, ik heb ijs gehakt en ik word om te verdrinken en ik word weer teruggezet. Ik ga wel weer verder rennen, joh. Hè. Voelt nu wel alsof de chunks sneller laden. Misschien is het ook het opstarten nadat die network glitch er is, maar dat denk ik niet. Ook, want nu laat het inderdaad wel weer. Net laat het helemaal niet. Ja, en het laat niet veel sneller. Oké, niks gebeurt. Gelukkig. Ik was ook bijna van plan om te verdrinken. Dan zie je zo weer dat ik... ik ben weer bij het einde van de chunks. Ik nu ook. Nu laat het ook even niet meer. Nu weer wel. Nou, we zijn waarschijnlijk ook heel ver weg van elkaar. Misschien is dat, maar de vorige keer werkte dat ook gewoon, dus dat is een beetje raar. Maar ja. We kunnen onszelf wat dichter bij elkaar zetten op dit moment. Zoals dat, ja, daarom wou ik ook doodgaan, maar de chunks laden als het goed is bij mij nu wel weer redelijk. Ja, ik vind toch alleen maar fucking forest en shit. Ik ga wel door. Ik ga wel door. Oké. Okay. Oké.
En. Oké, dit gaat echt veel te lang duren. Ik ga even kijken waar een betere plek is om doet. Oh. Ja, ik ben alleen maar bij sneeuw. Wat heeft het voor zin om hier ook nog een beetje te. Het is alleen maar forest, sneeuw en een ruined portal. Oh, daar ben ik blij mee. Ja. Oh, daar ben ik heel blij mee. Er zit lava, dat kan ik doen. Eerst kijken of ik vloed. Een gouden pressure plate. Yes. Wow. Heb ik iets gewonnen. En opeens keep inventory stond opeens uit. Nou, dan was ik gewoon gestopt met dit potje. Drie spannen die ik zo lang. Maar ja, dat komt ook omdat ik nu 6000 blok of 12.000 blokken terug word gezet. Oké, mooi. We zijn hier weer. Chunks laden gelijk sneller in. Ik denk dat dat het probleem was. Ja. Heb je dat niet? Ja, chunks laden mij ja. Oké, ik ben hier niet geweest. Ik weet niet wat de fuck dit. Oh no! Oké, dankjewel, serverlag. Ik ging binnen de hoed. Oké. Ik ga nu gewoon de andere kant op. Want als de ene kant koud is, dan zou de andere kant toch wel warm zijn. Ja, toch? Wil je denken? Oké, fuck. Nee, nee. Zo, zo. Ik ben een paard aan het duwen. Is dat niet mooi? Oh, dat heb je getemd. Ik dacht dat een hond getemd had. Nee, een paard. Oké, zo. Zo, oké. Ik zie ook weer helemaal niks. Heb jij een bed? Ja. Kunnen we slapen? Ik zie niks. Ik weet niet of je dat nog weet bij Skyward, dat als het donker wordt, dat ik gewoon niks zie, omdat het nu gewoon middag is. Dat heb ik dus nu ook. Ik zie mijn hele scherm niet meer. Oh, oh ja. Wat wel vervelend is, want als ik uiteindelijk slimes moet farmen, dan kan dat dus met wat beperkt zicht. Maar ja, als het moet, dan moet het. Oké. Geef mij een mesa, savanne. Geef me gewoon een warme biome. Dat is eigenlijk wat ik nodig heb. Oké, correctie. Een warme biome dat geen desert is. Want straks geven ze me weer een desert. En daar heb ik ook geen fuck aan, volgens mij. Ja, maar als je een desert hebt, heb je wel weer meer kans op dat het wat anders wordt. Ja, I guess. Nou ja, als ik een desert vind, heb ik wel warm klimaat bezig gevonden. Dus dat is wel iets. Maar ja. Ik vind nu alleen maar wederom plains. En de chunks laten we weer normaal. Ja, ja, je hebt melons. Ja, ja. Nee, maar ik wil niet in de savanna. Dat is echt letterlijk de hele tijd waar ik uit wil, maar ik kom niet uit die savanna. 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 Oenana. Fuck. Dat klopt. Gaan we hier naartoe. Ja, ik was gewoon te. Wauw, weer een village. Wauw. Wee. En wel een blacksmith. Dus dat is wel leuk. Misschien zit er wat leuke loot in. Voor mij kunnen er geen redstone in kisten voorkomen. Dat kan ik me niet herinneren in ieder geval. Ik ga alleen even die blacksmith looten en dan ga ik weer verder, want anders kost het echt te veel tijd. Okay. Heb jij nu ook het begin dat ze nu bij de aftrap staan? Ik heb helemaal niks aan. Oh, ik ben hier al geweest! Ik ben bij deze village al geweest. Oh, dan ben ik dus hier. Dan gaan wij nu hier naartoe. Ik kan me herinneren dat ik via deze haybills daar naartoe ging, dus we gaan nu hier naartoe. Ik ga hem aanzetten, wacht even. Ik waarschuw even voor deze video. Als mijn vader terugkomt, gaat hij de tv aanzetten. Wat betekent dat je voetbal op het achtergrond hoort. Wij gaan kijken naar. Laat me even denken. Hongarije, Zwitserland. Of nou ja, kijken. Ik ga meer luisteren, maar. Dat toch zeker. Oké. Dus jij zet nu de televisie aanzetten. En je zet hem gewoon op een volume wat voor jou is. En je verstopt de afstandsbediening. Jij denkt dat dat met mijn vader gaat werken? Dat weet ik niet. Natuurlijk niet. Nee, jij doet gewoon Enderman, man. Hoeveel HP hebben die gasten, man? Lord. Fucking hell. Ik probeer een enderpul te krijgen, dat als ik een keer misschien weer een cave in moet voor een redstone, dat ik dan niet doet, goh. Ja. Dit is wel inderdaad echt server lag, maar ik denk dat ze dat aan het fixen zijn nu. Ja, vast. Oh, het wordt wel steeds beter. Oké, nou, heeft geen zin. Ja, maar ik merk wel dat toen ik wat dirt aan minen was, dat ik wel echt. Dat de blokjes telkens terugkwamen en dan weer weggingen. Oh, ja.
De blokjes. Nee, ik wil niet nog meer. Waarom is er alleen maar zee? Fuck off. Ja, ik zit nu ook een beetje tegen de waterrand aan. Dat wil ik niet. Zo. Oh, Chunks laat inderdaad nu weer niet. Nee, zag ik daar nou weer sneeuw? Oh nee, het zijn gewoon normale sprucebomen op een berg. Nou, ik ben echt helemaal klaar met dat sneeuw hoor. Maar ik wil weer bij koud klimaat. Fuck sake. Kap met dat koud klimaat. Ik moet nu ook zeg maar wachten bij de chunk border. Ja, heb ik ook. Hoe ver ben jij trouwens? Misschien dat jij ook gewoon door moet. Ja, maar ik heb mijn bed gewoon dichtbij, dus dan. Oké, okay, je punt is. Dat ik dan zeg maar niet bij spam dingen, dus ik weet niet nou, als wel. Als je bed weghaalt. Ja, oké, okay, maar dan. Ja. Kan. Dit wordt wel is heel jou lastig. Echt beter? Is het voor jou echt beter geworden dan? Nou, toen ik door het ging wel. Maar het is nou weer verzwakt, heb ik zo'n gevoel. Ja, dan blijf ik gewoon hier. Waarom laat ik die poep niet? Jee, ik ben weer bij een birch forest. Leuk. Weet je hoe we zijn zo lang aan het zoeken dat mijn brood op is. Ik heb nog wel, echt heel veel. Ja, ik heb nog anderhalf stack wheat, maar het idee dat mijn brood op is vind ik al echt bizar. Ik had echt 3 stacks of zo. Oké. Okay. Oh jezus, dat is wel. Daar heb je wel goed brood zitten. Nee, duurt gewoon te lang. Ja, dat bedoel ik. Dan heb je dat wel. Wat een waardeloos gedoe zeg, wat een lord. Ik ben weer bij een normale forest. Yay. Helemaal gewoon een warm klimaat. Ik vind dat het te veel is. Ik vind het gewoon echt een te grote biome steeds. Ja, geef hem dan aan mij. Nee, maar maakt niet uit in welke wereld. Ik vind altijd, ik zit altijd van, ga uit die savanne. Ik wil die savanne niet. En het is altijd de savanne waar ik in zit. Ik zat trouwens ook te denken aan, ik weet niet meer wie dat deed, maar er was een YouTuber die deed DeathSwap. En dan moet je elkaar proberen te killen en dan om de tijd dan wissel je van plek. Maar ik weet niet meer welke YouTubers dat deden. Ik heb dat toen gezien bij Green en zo. Deden die dat? Ik weet het geen eens meer. Oh! Nou! No! Weet je wat het allerlastigste is? Ik zoek nu naar die cherry dingen en dat is een heel klein biome. En omdat de chunks niet laden, kan ik niet goed zien waar ik heen moet steeds. Nee, dat heb ik dus ook. Ik zit nu in een birch forest. Hoe de fuck wil ik nou nog de rest kunnen vinden? En mijn brood is op, dus ik moet nou ook weer opnieuw brood fixen. Maar dan heb ik helemaal geen crafting table voor. Ik val in zo'n waterravijn, dus dan moet ik weer opbouwen. Het kost alleen maar tijd, dit! Oh, dat is een dikke overtreding. Geel. Nou al. Geef mij dood. Nee, niet doen. Oké, brood. Ik heb nog 32 broodjes. En that's it. Oh. Ik heb 8 steak. Het. Maar ik heb nog wat uncooked stuff. Oké, ik heb nog steeds dezelfde bind. Nou weer roof forest. Oh nee, ik ben hier ook al geweest. Oh jee. Nee, dit is die. Ik ben nu bij die lange boom met die bijenkorf. Ik ga de roof forest in. Voor mij deed ik dat de vorige keer niet. Je had het toen wel over een roof forest, maar. Ja, maar daar ben ik toen niet ingegaan. Ik ben langs die bijenkorf gelopen volgens mij. Dus ik ga nu die roof forest in met de hoop dat ik nou iets anders ga vinden. Ik denk dat roof forest wel mijn favoriete forest biome is. Ik vind het echt leuk. Het is echt heel cool. Het is echt met die kikkers en zo. Ja, echt cool. Dat is swamp. Oh. Nee, de root forest is. Nee, dat is swamp. Nee, de root forest is met die mangrove, toch? Nee, root forest is met dark oak. Oh, die. Oh, ik bedoelde de mangrove. Oh, dat vind ik heel cool eruit zien. Nee, roof forest, dat is met die paddenstoelen en dat is mijn ja, favoriet. Die vind ik ook. Voor de inderdaad niet modded shit, is het echt gewoon, zou het bijna modded iets kunnen zijn. Ja, het voelt heel erg Biomes of Plenty aan. Ja. Yeah. I agree. En Bozir. En misschien kunnen we dat dan doen voor die ene ding wat we nou gaan doen.
qua biome sake. Ja. Waar we het net over hadden. Wat ik nog even geheim wil houden. Ja, is goed. Ik weet waar je het over hebt. Zelfs het eten ik duurt lang. Ik heb een bal. Kijk, welke... Moet ik even Videoland hebben, volgens mij. Jee, terug bij Bird Forest. Leuk, man. Skeleton onder water. Jee. Fem, laat me met rust. Ik heb dus het probleem dat ik hoge bergen zoek. En die kan ik dus niet vinden door die chunks. Dat is wel echt een ding. Ik denk ik, oh, ik zit op een berg. En opeens ben ik er vanaf en dan weet ik niet meer. Ik kan fixen. Nee, ja, ik denk niet dat het aan jou ligt. Nee, maar ik was server-wise. Ja, ik denk dat dat, dat hun dat moeten doen. Maar... Ik ga geen premium doen, namelijk. Ik ga geen extra RAM kopen. Dat ga ik niet doen. Irie voor zee. Maar dan zou dit probleem toch ook wel zijn? Nee, want met meer RAM... is er meer ruimte, is er minder lag. Oh. Lijkt mij in ieder geval. Maar ik denk dat het ook gewoon te maken heeft met het connection problem die er net was. Want ik zat ook in een wachtrij, dus waarschijnlijk zijn heel veel servers nu aan het opstarten. Ik denk dat we een beetje op een vervelende tijd spelen. Ik denk dat het vanavond wel weg is. Want dan zijn die... ik denk dat het ding is nu, in Amerika zijn ze sowieso minimaal 6 uur eerder. Of 6 uur later. Dus, nee, wel eerder. Nou, één van die twee. In ieder geval, het is min 6 uur is het, ja. Dus het is nu daar 11 uur 's avonds, wat echt primetime gaming time is. Dus waarschijnlijk zijn ze daar nu allemaal servers aan het starten. En daarom, als wij in de avond spelen, dan is het nacht voor hun, dan slapen ze. En ik denk dat het daarom lagt. Makes sense, ja. Maar ja, ik ga niet wachten op de avond totdat we weer iets kunnen doen. Nee, natuurlijk niet. Het is playable, dus... Nou, debatable, maar... Ik kan gewoon lopen, maar ik vind het nog niet echt. Het is nu echt gewoon een blinde, zeg maar. Als ik nu iets vind, dan is het echt gewoon puur omdat ik er game in gestumbled ben. Niet... Game dacht... Oh, joh, ze hadden het al niet moeilijk genoeg. Laten we gewoon nog een challenge erbij gooien. Je hebt nog een beperkte vision. Het enige wat ik vind is fucking plains. En een jungle. Oh, dat heb ik nu niet nodig. Ik heb... Ja. Zo jammer dit ding. Ja, maar die tempel is zo... Is... Nee, ik denk trouwens dat je hem helemaal niet gevonden. Ik kan me nog herinneren dat ik een keer deed bij... Of dat Lance was, weet ik niet. Maar ik... Nee, het was modded. Toen deed ik slash locate temple. En toen kwam ik elke keer bij Witch Huts. Dat kan ik mij nog herinneren. Ja, ik zag net inderdaad ook een... ik zocht van hoe kan je het beste cherry dingen opzoeken. En zeiden er van als je het echt niet weet, kan je dit commando opzoeken. Ik dacht, hey, ik wist helemaal niet dat er een commando voor was. En toen deed je het. En nou, mag ik cheat. Ik zit nu gewoon letterlijk te wachten bij een chunk. Het laat niet meer. Wat is dit waardeloos, zeg. Ik ben nu gewoon aan het wachten. Zullen we slapen? Ja, sure. Ik heb toch niks te doen. Ach, ik kom nu ook niet eens van het paard af. I can only sleep at night. Oh, ik heb een bed geplaatst. Ga eens bij de zijkant van de chunk staan en dan ga ik hier slapen. Zo, up. Ik heb ergens een bed. Oh, hier. Ja. Ja. Dit voelt gewoon meer als een chore, maar ik wil het wel halen. Ik heb die determination wel. Ja. Ik ook, maar ik denk, hoeveel plezier halen we hier nou uit eigenlijk? Ik kan mij niet schelen, ik wil winnen. Ja, ik of heb het zelf door. Ik wil gewoon een potje afronden. Ik vind het ook stom om zomaar te stoppen, maar ik weet niet zo goed hoe we dit in godsnaam ooit gaan afronden. Dat is het ding. Ja, wachten we een keer iets hebben. Want jij moet alleen nog de bamboe, zei je? Nee, bamboe heb ik niet meer nodig. Weet nee, je nog? Bamboe. De melon en de sticky piston, toch? Ja, en jij moet de bloem en de sticky piston. Ja. Alleen ik heb één item min omdat ik ook nog melon seed moet. Maar ja, dat is gewoon melon seed en melon is gewoon hetzelfde. Ja, dat cancelt, ja. Ja, nou ik wacht weer bij de chunks. Dat is ook naar... Ik zit vast in een boom. En... Ik ben echt bang dat jij ook gewoon veel te ver weg bent. Waarschijnlijk ben je ook echt zo... Ik denk dat we echt 10.000 blokken van elkaar vandaan zijn, dat de server dat zit ook niet min 24, 12, min 600.
Oké, okay, we zitten 4000 blokken van elkaar. Dat valt nog mee, maar het lijkt wel heel erg. Je kan naar mij tp'en, maar dan ben je wel meteen in een Dat is jungle. zo niet leuk om te doen. Ja, maar voor de lag dan, hè? Nee, maar dan kan ik net zo goed gewoon uit creative halen. Maar Ik ga je niet hebt... Oh, uren. Melon. Oh. Ik ga niet Oh, uren zoeken sorry. om vervolgens te cheaten. Nee. Nee, sorry. Ik was even helemaal niet meer bij dat jij inderdaad die melon in de jungle kon vinden. Ik zei alleen van je bent hier dan wel in de jungle, maar meer omdat ik dan zei van ja, dan in een andere biome Ik bent. denk dat wij even gaan skippen en ik ga even de server opnieuw aanzetten. Ik denk dat dat het Oh, dat beste is om kan te ook nog doen. wel, ja. Dus dan skippen we nu eventjes en dan is wel een beetje onhandig. Zijn we weer! En what the fuck is dit voor plek? Ik heb hier een fucking gigantische cave, er zit een boom in. Dat is echt heel dom. Tot nu toe heb ik minder problemen dan net. Oké, ja, tot nu toe. Is dit desert? What the fuck? Er zit hier gewoon een grote. Dit is beach, maar er is geen water. Wat een onzin. Beach, maar oh. Nee, wat is dat nou voor gezeik, joh? Weer een jungle. Verdomme. Wil dit niet? Acacia! Hey. Nou nog een village. Juf! Het einde komt in de buurt! Oh, thank the fucking lords. Moet er nog wel een slimeboom, maar dan nog. Oh, ik heb zo'n groot voorsprong. Ik heb ook ergens nog die swamp. Oh, Nee! god. Nee, niet zeggen dat het nu al stopt. Nee. Ik moet die village nog hebben, hè? Maar ik zit bij acacia, wat Oh betekent dat ik bij warm klimaat heb. Dus de kans op een jungle is al groter. Maar ik zit dus nu ook in acacia. En als ik nou een village heb, heb ik een melon. Dan heb ik nog geen melon slice, maar dat maakt niet uit. Dat kan ik gewoon groeien. Dat kan ik gewoon, als ik in de swamp ben, kan ik gewoon dat laten groeien. Dat is geen probleem. ja. Ik zou zeggen, doe het. Zo, dat is eruit. Hoorde mijn geluid ook. Ik heb daar echt keelpijn van gekregen. Het zou mooi zijn als ik gewoon kon rondkijken voor een potentiële village. Oh wacht, dat kan niet! Nee. Ik heb nu een hele open jungle. Maar ik zit nu wel bij een warm klimaat, dus dat is wel een heel groot voordeel. Au. Daar is de forest weer, dus dan gaan wij hier naartoe. Kom op, geef me een village. Dat is ook nog helemaal niet zeker, hè, of ik die village krijg. Het is ondertussen Ja. 1-0 voor Zwitserland trouwens. Welke minuut zit jij? Ga ik Oh. dat even Heb je dat niet kalibreren? mee? Heb je dat niet meegekregen? Want ik zei dat net Jawel, eventjes. jawel. Nee, maar ik zeg tegen de video. Oh, oké. Oh, Welke minuut oké. zit je nu op? Ik zit 17:15. Ik zit op 21. We hebben 5 seconden. Nou, dan pauzeer ik hem even zo. Blijf doortellen, blijf doortellen. 25, 26, 27, 28, 29, Ja, dat is wel 30, goed. Ik zit 31. nu op, ja, ik zit echt 2 seconden voor. Nou, big fucking deal. Dat is prima. Nou, de juf gaat dinsdag naar mij toe om te kijken naar Netherlands. Nederlands-Frankrijk, denk ik dat dat is. Nee, nee, niet Polen, Oostenrijk, toch? Nee, niet Nee, Oostenrijk. Oostenrijk is als laatste. Ik dacht dat dat. Nee. Ja, Oostenrijk. Oh. Waarom is het op die de acacia? Dat is een goede vraag. Ha, acacia! Dat is echt flauw. Mooi. Nee, het is mooi. Ik weet Volgens ook helemaal mij is niet. de server lag redelijk opgelost. Ja, oké. Ja, I guess. Punt Ik slaan in durf ieder geval. nergens meer heen te gaan, want volgens mij ga ik weer naar koud klimaat. Ik ga gewoon door, gewoon één rij door. Ik heb helaas geen village gevonden, dus de melon search is on still. Oh, als ik Als ik een die naar jou jungle kon vind, sturen. jongen. Ja, ik heb die bloem niet bij me, anders had ik die getrade met je, maar. Dan schoten we alsnog niks verder op. Nee. Kijk, wat is dit? Stony Shore. What the fuck? Stony Shore. Wat? Stony Shore. Dat klinkt echt als een domme supervillain of zo. Klinkt meer als een coffeeshop. De Stony Shore.
Dat klopt. Naast het koffiehuis het blije kopje komt de Stony Shore. Juf, eerlijk? Write it down for something we are gonna do soon. Oké, wacht even, wacht even, wacht even. Ik schrijf het op een whiteboard. Hoe heet het? Stony Shore. Stony Shore en het blije kopje. En dan gaan we daar gewoon, daar gaan we ook echt iets mee doen. Dat lijkt me wel grappig. De chunks laden wel sneller nu. Het is daar nu voor mij 11:30. Voor mij gaat iedereen nu wel langzaam naar bed. Dus ik hoop dat het gewoon elk moment klaar is met Rastigas. Klopt. Ik heb het opgeschreven op mijn whiteboard. Zo. Blijf ik ook nog steeds leuk vinden. Fucking Funky Louise. Dat ze in 2018 vroegen, wie gaat het WK winnen? En dat ze zegt Nederland natuurlijk. Terwijl Nederland geen eens gekwalificeerd was. Vond ik zo leuk. Dat was zo grappig. Nederland natuurlijk. Wat? Dat was wel echt een Funky Louise, denk ik te zeggen. We hadden het WK ook helemaal niet gehaald. Want, ja, we gaan ons nog winnen. Sure. Bowie. Hallo Bowie. Hallo, Zoelindy. Allemaal paarden, ik heb geen ladder nodig. En weet je, moet jij even eens raden waar ik in zit? In een plains. Nee, ik zit niet in snow. Maar wel in plains. Ik was zo blij met die acacia. Ik baal echt. Ja, snap ik. Je zit echt in een gigantische plains. What the fuck? Ja, ik heb nog steeds niet wat ik wil. Kom maar. Jij hebt een, wat heb je nodig? Een jungle? Jungle, of een... mesa, acacia. Ja, ik heb een, zeg maar, een beetje rond birch. Achter de zit ik nu bij, maar ik, birch, plains en coniferous. Die heb ik nodig voor de flowers. En die andere is gewoon een slime jungle. Ik ben volgens mij nog in één keer heb ik een swamp tegengekomen. Nee, ik ook niet. Maar ja, ik heb ook maar één swamp gezien, dus. Ik ben weer terug in de forest. En zee. We kunnen hier volgende keer ook dingen op bedenken, dat... Ik denk dat het gewoon heel unlucky, eerlijk, ik denk dat het gewoon heel unlucky is. Ja, oké. Trouwens, dat is een item die bijvoorbeeld heel kut is. Dingen met slime. Eigenlijk moeten we als we een bingo map hebben met slime gewoon meteen afslaan. Oké. Ja, slime is gewoon altijd kut te vinden. Ja, yes. Yeah, misschien is het ook wel weer leuk. I don't know. Ik vind het wel wat hebben. De chunks laden prima nu, trouwens. Ik kan niet slapen, ik zit midden in de oceaan. Ik vind het allemaal best wel. Waar zit ik in? Cold ocean. Nee! Waarom ben ik weer bij koud klimaat? That makes no fucking sense. Ja. En ik blijf maar in dit klimaat, maar ik blijf niet het goede vinden. Dus dat is ook zo wel een lullig. En de chunks stoppen met laden. Ja. Voor mij wordt het ook wel minder... Ik heb blijkbaar ook al die tijd die geluiden, subtitles, aanstaan. Oh, ik had het helemaal niet door. Ja, ik ook. Oh, ik had het wel door. Ik had het gewoon uitgezet. Ik heb het nu pas door, lol. Oh, maar ik kan ook helemaal niks meer zien, man. We doen even... Zo. Oh, dat kan ook. Wat een gecheat, cheater. Ja, als dat jouw speeltijd... Ja, nee, ik kan echt niks meer zien als... Ja, ik zag echt helemaal. Het werd gewoon steeds onzichtbaarder en zo. En Bowie was heel dik. Hallo Bowie! En daarbij van, het is onze game. Wat kan deze fucking water klaar zijn? Dit duurt echt lang. Ik wil dit niet. Het doet echt niemand een plezier mee. Oh, kut. Ik kom nu ook in sneeuw. Ocean. Oh. Nee. Waarom ben ik nou weer bij een Birch Forest? Ik kan zo helemaal niks met een Birch Forest. Oh. Ik ga gewoon met één lijn door. I don't care.
En een normale forest. Wat een sound effects. Ja, dat is annoying. Ja. Nee, als je mijn beeld ziet, wat ik bedoel. Met sound effects, dan zie je... Oké, dat is wel. Ja, als je mijn beeld ziet, dan zie je wel dat jij het... Outdoor alarm gaat. Dus zo'n, zeg maar, het geluid dat jij maakte past perfect bij mijn beeld. Juf, ik hoor een autoalarm afgaan. Oh, wat lof bij jou. Ja, bij mij in de buurt, ja. Oh, maakt ze dood. Altijd die hoge venus die aan het jatten zijn, hè. Altijd weer het jatten. Jee, weer planes. We zijn weer terug bij af. Als ik een snowy ding weer vind, dan ga ik gewoon echt janken, gewoon. Het is ook gewoon zo triest dat ik gewoon... Ik heb wel mijn favorite wood gevonden eindelijk, maar ik... Wat is je favorite wood? Spruce. Oh. Jotem. Kunnen we nu gewoon switchen van biomes? Ja, op zich vind ik het helemaal geen slecht idee. Ik heb een swamp. Nee, ook al. Dit is de eerste keer. Mijn hart dropt echt elke keer als jij gewoon zo'n gasp doet. Ik denk, oh nee. Ja, dat is hetzelfde als jij dat doet inderdaad. Oh, dan heb ik ook echt van shit. Maar op een of andere manier wil ik het ook hoor. Het is een hele random swamp. Er zit volgens mij geen water bij. Nee. En weer oceaan. De grapje is helemaal niks. Je schrok. Ik schrok eigenlijk niet. Ik was bezig mijn telefoon te pakken voor een foto te maken, maar als ik geconcentreerd op mijn Minecraft game was, was ik waarschijnlijk misschien wel geschrokken. Ah, ik pak je nog wel een keer, geen probleem. Kom nog. Goed. Kijk ernaar uit. Ja. Nou, en weer varen. Leuk hoor. En er is ook geen dolfijn, dus ik kan het ook niet snel doen. Maar ja, de chugs laden het ook niet, dus wat even voorzien. Oh mijn god, ik heb weer een planes! Wow, maar nu moet ik dus wachten op een op dat het nacht is en hopelijk is volle maan. Jij blijft op een slag. Nee, voor mij is het legit vorige nacht is volle maan geweest. Of twee nachten geleden. Mille. Als ik niet die times of day had gedaan. Mhm. Oh. Ga jij daar nou echt zitten wachten? Wat moet ik anders? Die bloem. Ja, maar daar ben ik heet het aan het zoeken en ik kan het niet vinden. Ja, waarom zou ik niet... Weet je wat ik ga doen? Ik ga niet eens zitten wachten. En plains en weer oceaan. Leuk. Ik ga gewoon minen. I don't care. Ga je proberen een slime chunk te vinden, echt waar? Hè? Ga je een slime chunk proberen te vinden? Nee. Ik bedoel, ik ga niet altijd stilstaan, dus ik denk, ik kan het zo even minen. Ja, ik hoop gewoon dat ik een melon ziet en dan ga ik gewoon, als ik die slime moet hebben, dan ga ik gewoon weer terug naar die swamp. En dan ga ik, terwijl ik aan het wachten ben voor een slime, ga ik die melon laten groeien. Zou je dan willen zeggen dat het weer de nacht over wordt? Waarom zou ik dat willen zeggen precies? Einde van de game. Hopelijk sneller. Overtuigend, ik doe het. Alleen ik kan, dat is het hele probleem. Dan kan jij progressen en dan kan ik niks meer zien. Dat is wel een beetje een nadeel. Ik hoef alleen maar een slime, dat is het. Dan kan alleen ik maar een slime, mijn hele beeld is zwart. Kom op. Kap met deze planes. Waarom vind ik alleen maar plane type shit? Geef me gewoon... Wat is dat? Dat is gewoon een berg. Oh, heftig hoor. Als ik een swamp heb, dan ga ik gewoon ook blijven staan. Want ja, ik ben er dan toch. Ja. Maar ja. Probleem is, heb ik niet. Degene die ik heb, die is fucking ver weg. Heb ik niet. Een kleine lieve beul, weet je. Een kleine lieve beul. Ik zie twee fucking beehives bij elkaar. We zijn nu al 36 minuten bezig, who the fuck. Ja, dit is echt gewoon...
Zo'n lange video. Had ik nu maar. Wat zei ik met die torch? Want ik heb nog geen torch meer. Ik ben weer terug in koud klimaat. Ik ben weer bij een taiga. Balen. Wat een vreselijke bende, zeg. Is Tiger toch? Ja. Ik vind toch geen cape of zo? Een code overblast, hoezo? Waarvan? Ah! Klei, dat kan toch alleen een cave betekenen als er gewoon random klei in de. Ja, dat kan niet anders. Waarom zou er klei in de grond zitten als er geen cave is? In de mine, zeg maar. Waarom zou. Ik ben zeg maar naar beneden aan het minen. Waarom zou er klei zijn als er geen. Ga voor, ik heb even wat. Ik heb even wat dukies. Oké, zo. Ja, ik weet niet wat de fuck je bedoelt. Gelijk al gewoon ja, in de zeg maar, dus ik vind een beetje. In de grond. Ja, gewoon zeg maar in de mines. Zonder dat het een cave is. Ja, waarom niet? Het zit gewoon in de buurt van de rivier, ga ik vanuit. Of de swamp trouwens. Maar ik zit laag, hè? Waarom zou dat een cave betekenen, though? Omdat de growth of de. En ik ben weer bij sneeuw. Dus ik ga gewoon weer één rechte lijn door. Met de hoop dat ik gewoon. Waar heb ik nou weer een code overbelast? Waarvan? Waar, hoezo? Val ik weer weg? Wat is er? Onderop. Hoor je. Oh jawel, zie je wel mangrove caves. What the fuck is een. Ik hoor. Niet mangrove, lush cave. Dat is met die groene bladen en zo in de cave. Dus je gaat mij om bevestiging vragen over iets waar ik geen verstand van heb. Daarom bedoelde ik met die klei. Dat is eigenlijk alleen in caves als het. Oh mijn god, yes, ik ben weer bij een snow plains. Yeah! 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 God is great! Yeah! Yeah! Oh, dat is helemaal altijd door elkaar. God is good! Yeah! Yeah! Ja. Het wordt nacht. Oké. Ik hoop dat ik mijn visibility ga houden. Hoe kom ik weer? En een vliegende sandstone. En dan zou je denken van dit is een desert, maar nee, is een beach. I ain't stupid. Oké, okay, het voordeel is nu wel, nou ja, voordeel wil ik niet per se zeggen, maar het wordt nu nacht en ik ga mijn beeld niet meer kunnen zien, maar het is de zee, dus ik hoef alleen maar naar voren toe te gaan. Ja, dat scheelt. Ja, dat ik wel weer. Ik zit ook, er is ook helemaal geen enkele manier om een melon te krijgen, behalve die drie biomes. Ik had ook een keer een fucking mineshaft gevonden, dat is het hele vervelende ook. Ja. Oh ja, toen ging je dood, of niet? Nee, toen ging ik niet dood. Ik weet het niet. Dat was de vorige dan. Maar ik ging de vorige keer dood met de mineshaft. Ja. En mijn beeld wordt weer heel donker. Ah, het is volle maan, ik ben fucked. Ik ben fucked. Ja, of je bent lucky. Hoezo ben ik lucky? Dan kunnen we naar het volgende bordje. Spruce Village. Heeft dat misschien een... Melon? Ik weet niet. Ja, volgens mij wel. Volgens mij heeft de pumpkin en melons. Als dat pumpkin en melons zijn, dan is dit echt een fucking. Oh mijn god, er zijn pumpkins! Please zeg dat er melons zijn! Maar dat ding. Waarom zouden er trouwens melons zitten in een taiga? Ik weet niet, ik kan me herinneren dat ik de melons was. Pumpkin seeds, ze trollen me zo hard. Ze trollen me echt heel hard. Ja, maar fuck jou, bruine schaap. Ik zeg de hele tijd dat je zeldzaam bent en je blijft me fucking voorkomen.
Ik zie geen schuim. Dit, waarom spannen geen schuim nu? Ik weet het niet. Nee, gewoon zo doorgaan. Mijn complaining. Al die irritante fucking. Spannend, geen melding, juf. Daar. En bij mij spannen nog steeds geen slimes. Dit is zo vervelend. Ah, dit is echt zulke bullshit, man. Wat willen ze van ik voel me nu als die enige, ik weet niet hoe die gast heet, maar die die dan zo'n steen op een berg rolt en dat hij hem dan ook een keer laat vallen en dat hij opnieuw moet beginnen. Dat, zo voel ik mij nu. Ja, op zich. Ja, dat is wel een goede beschrijving. Dit is echt zo naar. Allemaal, wel allemaal brood, nou? Dat is wel fijn. Ik heb wel wat brood nodig. Ik zie echt niks meer, holy fucking shit. Het is zo donker. Er zit een soort zwart schaduw over mijn schermen. Ik zie mezelf. Mijn vorige laptop had scherm of zonbescherming. Dus dan kon je altijd zien. Maar deze laptop heeft dat dus niet, omdat het touchscreen is. Ik ga even kijken of ik dat helderheid wat hoger kan zetten. Voor mij niet. Maar dit is de dikke bullshit ever. Waarom zijn die slimes er niet? Nee, ik kan het niet fixen. Ik kan het niet fixen. Ah! Je hoort toch gewoon te spannen met volle maan? Is dat oud? Nee, dat... Iets met de zon. Ik ga gewoon opzoeken de zon. Opdracht zonnepanelen. Nee! Op deze hoeren ben je man. Nee. Ik moet het gewoon zo doen. Ik kan het heel slecht zien, maar het moet wel. Fucking hell. Het is zo moeilijk te zien. De chunks zijn wel helemaal opgelost. Ik zie helemaal geen chunks meer laden. Maar dat komt waarschijnlijk omdat jij nu stilstaat. Ik denk dat dat de reden is. Ik sta niet stil. Nee, maar... Ja, nee, niet zo... Nee, ik bedoel dat je geen chunks meer laat. Ik snap. Nou, dat autosprint staat bij mij weer uit. Hoe de fuck? Even kijken. Sprint toggle. Nee, het staat wel aan. Waarom doet hij het dan niet? Nou, het zal wel. Het is toch... Sprint toggle, toch? Ja. Oké, nou ja. Ik blijf op één rechte lijn lopen. Ik snap zie het echt niet. Helemaal niks. What the fuck? Wat is dat voor Bayern? Dat is een ding. Ah, oh, ijs. Yes! Oh, wat leuk. Ik ga gewoon... Het is zo naar. We hebben gewoon... In ieder geval... Er is nu gewoon een mogelijkheid voor die ene. En er is fucking... Ik heb een beetje mixed feelings. Ik denk yes, maar ik denk ook... ik ben klaar. Ik was stoppen. Ja, maar de... Dat... Ja! Ik heb een slime. Ik heb een slime. Oké. 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 Hop, alsjeblieft een slime wel. Oké. Yes. Wel, ik heb een heel groot probleem. Hier, fuck gravel. Ik hoef geen gravel. Ik zit alleen maar in koude troep. Ik haat deze game. Wauw. Oh mijn god. Yes. Een hoe heet zo'n ding? Zo'n ruin boven de... Wow, dit is best... Oké, never mind. Dit is best wel cool. Er zijn echt drie van die ruïnes zitten boven de grond. Kill ze nu ook van allemaal die fucking mongolen. Poep in. Wauw, er zitten echt... Al die dingen zitten al boven de grond. En er zit zelfs weer een trident, man. Niet een trident. Oh, weer. Lol. Jij met je trident. Wat een lek! Ja, what the fuck, gast. Ik zie ook helemaal niks. Die dingen zitten echt... Er zitten vier van die dingen boven de grond. Dat is wel grappig. Maar daar blijft het ook wel bij met grappig zijn. Alleen die tyfusbloemen moet ik. Ja, nou die vind je zo. Oké,
kijken, wat kan ik wegdoen? Dit kan weg. Dit kan weg, dit kan weg. Oké, ik zet ze even zo. Oh, dank je. En dan vind ik nu een jungle, een swamp. Dan ben ik echt pissed als dat zo is. Dan vind ik eigenlijk stiekem wel dat ik een slaanbal mag, vanwege dat jij dit ook al hebt gedaan. Nou, dat denk ik niet, want... Wat is dat oneerlijk? Oh, no, no, no. Wow. Wacht even, ik weet nog niet wat ik kan zeggen. Ik weet nog niet wat ik kan zeggen, kalm. Dan vind ik meer dat we gewoon net zo lang skippen tot er weer volle maan is. En dat je dan gewoon moet gaan zoeken, want bij mij was er namelijk ook echt schaars, dus... Ik heb maar één slijm in die hele nacht gevonden. Maakt niet uit, ik heb één slijmbal. Ja, oké, maar wat voor hetzelfde had ik hem niet kunnen vinden, dus... Om gewoon een slijmbal in te spannen, dat vind ik dan ook weer wat. Ja, oké. Okay. Hoe de fuck is het nog steeds 1-0? Ik heb geen idee. Ja, best. Wauw, ik ben weer bij Oceaan! Yes! Wow. Even kijken. Ik ga gewoon opzoeken. Pink. Pedals. Nee, ik hoef geen pink pedals van de fiets. Even kijken. Ik heb ook echt niks te zeggen. Dit is zo saai. Ik heb weer taiga. Het is alleen maar taiga gezeik. En ik kan gewoon niks vinden. Ik hoef ook geen eens meer een jungle. Ik wil gewoon een acacia of zo met een village erin. Dat is meer dan genoeg. I don't care. Geef mij gewoon iets. Ja. Ik moet zeggen inderdaad, het gewoon blijven lopen, lopen, lopen. Dat is niks aan. Ik zit alleen maar... Oh, wauw! Ik heb dat nieuwe gevonden waar je... hoe heet dat? Dan moet je zo'n ding wegvegen of zo, of bij gravel. En er zit zo'n klei bij. Wat ook echt een flop is van Minecraft. Het is echt useless. Ja, er zit ook bijna niks in en je moet er echt zoveel werk voor doen. Er zit echt een fragment in of zo. En met dat ding kan je blijkbaar helemaal niks. Nou, leuk. Nee, met de armor trims kan je dat vinden. Wow. Nou, ik heb een ei gevonden, hoor. Een ei? Een ei. Jemig. Ik heb er niks aan. Voor mij is dat die cherry ding echt veel zeldzamer dan je denkt, of niet? Nee, die is zeldzaam, ja. Klopt. Ja, oké. Okay. Ik wou net zeggen. Wel, omdat het ook echt een mini-biome is. Het is vaak maar, nou, hooguit, volgens mij niet meer dan 20 bomen. Altijd. Nou, ben je daar nog wel lucky mee geweest dan? Ik heb een witch hut gevonden. Wat kan je altijd met een witch hut? Ik snap het helemaal nooit. Niks. Wat kan je met een well? Dat is... Ik bedoel, ja, helemaal niks. Maar moet alles een functie hebben? Ik bedoel, kom op nou. Ja, volgens mij zit er echt een dikke lore achter die witch hut. Nooit van gehoord. Ik heb een keer, volgens mij was het een 45 minuten video over die witch hut. Vast. Ouch. Ik wil gewoon een nieuwe starten. Ik wil gewoon weer nieuwe items, nieuwe alles. Ja, yep. Ik ook. Dit is gewoon niet ik leuk. Ik hoop dat het ook een nieuwe wereld is, maar niet hetzelfde ding. Maar ja, waarschijnlijk wordt het gewoon ver weggespannen op een andere plek. Nou ja, min 2000 waar we spannen, dat vind ik niet zo heel ver.
Ik neem aan dat we gewoon elke keer op andere Dus plekken worden ik ben wel blij gespamd. dat de chunks nu geladen zijn. Dat komt waarschijnlijk omdat veel meer mensen nu gewoon naar bed gaan in Amerika. Want het is waarschijnlijk minimaal kwart voor 12 daar. Ja, bij mij loopt het ook best wel soepel voor. Zover dat bij mij soepel loopt. Maar reken ik het helemaal verkeerd, dat boeit ook helemaal niet, joh. Chunks werken, dat gaat me om. Ach ja, joh. Geef me een jungle met een jungle tempel, zodat ik kan winnen, zodat we dan klaar zijn. Is er niet een subreddit voor van rekenen dat het verkeerd gaat, maar ik zou er maar niet uit boeien. Goed gezegd. En weer een birch forest. Zeg maar rekendingen die nergens op slaan, maar toch. Goal. Oh, 2-0. Sorry. Ja. Waarom zijn ze zo blij? What the fuck? Het is me fucking Hongarije, kom dan. Zou ik wel blij zijn dat ik mijn goal heb, hoor. Ja, maar tegen fucking Hongarije. Als Zwitserland zijn, ja, ik bedoel. Ik kan het ook tegaak maken, hoor. Ik kan het ook een beetje tegaak maken. Ja, het is tegaak. En weer een roof forest en een birch. Ik krijg echt alleen maar hetzelfde. Ik ben nu bij. Weet je wat mijn z-coördinaat is? Min 9200. Ik heb 10.000 blokken gerezen. Oh, wacht! Ik ga die roof forest in. Want meestal, als je echt 10.000 blokken reist, dan kom je in zo'n mansion. En als ik een mansion heb, surely dat daar wel meloenen in zitten. Dat zou ook echt het stom. Dat zou echt de meest rik ding zijn ooit. Een melon vinden door een mansion. Ja. Yeah. Meest rare thing ever. Maar. Nou, niet meest. Maar. Nou. Volgens mij zijn er ook meloenen kamers en zo. En pumpkin kamers. Ja, zit er ook slimeballs in. Het zou niet gek zijn als er een slimeball in. Weet ik niet. Ik ben meer zeker over de meloenen dan over de slimeballs. Ja, dat is een soort niet. Dan. Dat ding is eigenlijk niet te missen, maar ik zit nu midden in dat bos. Dus ja, als ik hem mis, ja, so be it. Dus ik moet even voor zorgen dat ik op die bomen kan. Ja, eerlijk, ik schrijf het helemaal niet af als ik zo'n mensje vind. Ik heb het wel eens vaker gewoon in survival gedaan. Voor mij was ik een keer met jou erbij, dacht ik. Ja, we hebben toen bij Modded hadden we toen gedaan, de eerste serie. Oh, echt? Oh, ja. En voor mij ook een keer bij het begin van. Oh nee, dat was een andere survival. Maar toen was ik echt. Ik denk legit, na 5 minuten had ik er een. Nou, geen mansion, ik ga door. Dus eigenlijk moet ik ook een beetje, heel mini beetje blij zijn met Roof Forest. Ja. Ja, ik kan echt alles pakken wat ik kan hoor. Echt, ik begin echt. Ah! Ja, jungle! Ja, heb je een jungle? Yes! Nice. Oh, nice, nice, oh, nice. Oh, wat goed! Oh, mijn god! Yes! Waar is die melon? Oh, ik heb er één! Oh, oh, nee. Ik kan bijna janken! Oh. Ik wil Oh, nou nog die fucking piston! Oh. Ik ben heel blij, maar ik ben dood. Yes! Is het pauze? Ja, nou het moet pauze. Ik nou moet ik nog melon. Ik moet nog een melon überhaupt kunnen vinden. You're kidding. Heeft deze jungle geen melon? Oké, ik heb large hills gevonden. Oké, dat is perfect. Dat kan toch niet? Dat ik geen melon vind? Dat ik. Dit meen ik je heb niet. Wel eens meer nee, mijn hart gaat breken, echt serieus. Mijn hart gaat heel erg breken als dit het geval is. Waar is die fucking melon? Nee! Ik heb een large hill gevonden. Hopelijk is dat wat. Hier is gevangen. Oh, fuck jou. Oh, het heeft geen melon. Oh no. Ik ben. Oh, ik kan niet meer. Ik heb eindelijk. Het is zo'n jungle edge. Oh nee, sparse jungle. Laat maar raden, die hebben geen melons. Ik heb geen idee. Ik hoop is gewoon. Echt heel erg gebroken. Ja. Ik ben heel devastated.
Ik loop gewoon op die fucking Je Mongolen, moet hoe heet door. die pink pedals. Er is gewoon. Ja, alsjeblieft, finish the game. Ik wil dit echt niet meer. Oh, ik vond jungle! Oh, ik ben zo kapot. Okay. Ik heb 10.000 blokken gerezen voor niks. Zullen we slapen? Het is volle maan. Ik kan niet slapen, ik zit binnen in de oceaan. Eigenlijk wil ik niet. Mongol. Mongol. Wat als ik een zwamp. Oh. Zo jammer dit. Je bent toch niet bij een zwamp? Je bent toch bij een fucking oceaan? Dat zeg je toch net? Ja, in 12 minuten kan veel gebeuren. 12 minuten geleden had ik ook geen jungle. Ja, oké, maar ik doe het voor jou, hè, omdat je dingen kan zien. Ja, maar ik moet die zwamp ook wel. Wat nou als ik die zwamp tegenkom? Ja, voor mij hoeft het geen dag te zijn. Ik heb. Nee, maar ik je doet zo mijn time set zonder dat ik dat. Ik ben gewoon in het midden in de oceaan, dus ik kan niet slapen, zei ik. Dan zet je me opeens op dag. Oh, sorry hoor. Nee, ik ben echt woest. Ik ben furieus. Ik had met de trein moeten gaan. Maar ja, dan nog is het een zwamp, het is geen volle maan. Dus het was wel volle maan. Ik keek er letterlijk naar. Het was volle maan. Oh. Dat zo snel alweer, dat kan toch niet? Nee, voor mij is hij echt 2 keer of 3 keer volle maan en dan gaat hij weer weg. Oh. Denk ik. Oh, dat makes sense. Dat makes sense. Nee, volgens mij heb je wel gelijk. Volgens mij ik heb zit je in twee zo'n warm ocean, dus ik ben nu bij warm klimaat. Maar ja, wat heb ik eraan als die melons gewoon niet komen? Echt, jee, savanne, jee, leuk hoor. Echt hartstikke leuk. Ik ben heel blij met mij. Ik krijg toch geen village. Dat heeft er voor zin. Buff. Ik ga kijken in die savanne hoor, don't get me wrong, maar... oh wow, een ruined portal. Wauw. Jeff, ik ben zo blij, ik heb een ruined portal. De lighter of zo, dat was niet perfect geweest. Ja. Was bij mij al lang kapot geweest. Hoe lang ik hierover doe. Ja, maar dan travel je meer, hè? Ja, ik zit nu in die savanne, maar het is niet dat ik opeens nou een village ga vinden. Dat lijkt mij heel sterk. Ik vind het niet vaak hoe moeilijk villages in savanne. Ik heb tot nu toe altijd moeite mee gehad met zo'n cherry blossom forest vinden. Altijd. Het is zo naar. Ik vind het echt hele mooie bomen, maar ze zijn zo uncommon. Nou, het ziet er niet naar uit dat ik een village ga krijgen. Item. Dit is zo triest. Ik moet nog één item. Ik hoop eigenlijk stiekem dat je die item pas krijgt als ik die melon heb. Ik wil de melon field echt klaar hebben. Die slimebouw heb ik nog geen eens voor geprobeerd. Maar die melon die moet ik echt, echt hebben. Ik moet hem gewoon hebben. Oh, ik ga door. Ik heb hier geen tijd voor. Ik ga gewoon weer de oceaan op. Het is een warme oceaan, dus hopen dat ik misschien... Geef me een mesa. Ik denk dat de kans op een melon het grootst is bij een mesa. Vanwege die veel aantal mineshafts die erin zitten. Heb ik nou ook opgegeven? Oh, dit is zo pende, man. Ik heb geen eens eten meer. Alles is op. Oh, ik heb melons. Nog een paar. Ja, dat geeft ook niks. Hoe jij ook gewoon elke keer per ongeluk gewoon zout in de wonde gooit. Echt. Ah, ik heb melons. Ik eet ze wel even op. Sorry, ja. Ik hoorde het inderdaad toen jij zuchtte. Ik onbedoeld haat je echt heel erg. Ja, snap ik. Ik zou mezelf ook haten. Wat een vrees, maar... ik kan gewoon geen melon meer aanzien. Gaan we die kutberg op? Oh. Waar zit nog steeds in het vervanden? Met 3 vind ik wel mijn metal door. Het ergste is, als je eenmaal een savanne village vindt, normaal gesproken neem je die melons nooit mee. Ja. En nu zit ik echt van, nou, geef me er een. Ik zie wel een lama, door. En ik kan ook niet wat per se onder de grond gaan, want alsof ik dan een fucking mineshaft ga vinden.
Ja, dat is ook zeldzaam. Ik ga wel... Wat mijn theorie is, in ieder geval dat was bij Lance zo. Elke keer als er een village is, daaronder zit een mineshaft. Dus als ik weer een village vind, ga ik gewoon naar, in de mine en dan hopen dat daar gewoon zo'n ding zit. Want ik heb dat wel heel vaak gehad. Ja, dat kan natuurlijk ook. Mijn doel is nu gewoon, want ik weet gewoon dat jij gaat winnen. Ik wil gewoon die melon krijgen voordat jij die bloem krijgt. Ja, maar die is, het is zo zeldzaam. Het zal me echt melon ook! Ja. Melon is ook zeldzaam! Ik heb een savanne gevonden, zat niks in. Ik heb een mineshaft gevonden, zat geen melon in. Ik heb zelfs een jungle gevonden, er zat niks in. Hoe kan dat, okay, joh? Hoe fucking dat... kan dat? Ik snap het ook niet. Ik snap, want ik heb zoveel melons gevonden. Dat is het erge. Ik snap niet waarom ik er zoveel vind. Dat vind ik ook. Ik zie weer jungle, ik zie weer jungle, ik zie weer jungle. Geef me melon, 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 geef me melon. Wat vond je? Is dit de jungle? You're kidding. You're kidding. You are kidding me. No, you are kidding me. Deze jungle? Weet je wat met deze jungle is? Vier bomen. Vier hele bomen. Oh, wat pijnlijk. Even kijken welke... Ik zit al op sparse. Nee, het is een normale jungle, dat is het hele erger eraan. Ik waarom zit vind ik gigantische sneeuwbiomes, maar als ik een jungle heb, één van... Nou, ik kan het niet geloven. Ik zit al op 29.000. Ik zit nu op 11.500 blokken. Oh, en ik heb dus twee jungles gevonden en beide hebben geen melon. Oh. Heb jij een strop? Ik kan er een maken voor ons. Daar ben ik te zwaar voor, nevermind. Nee, is juist goed, dan breek je keel. Heb jij je duw-duw? Duw-duw-duw. Maar ik zit nu wel in een warm klimaat. Niet dat ik er wat aan heb, want ik vind elke keer niks. Maar ik zit er wel. Ik heb ook een packed ice gevonden. Fucking packed ice. Ik heb planes nodig. Ik zit nu in planes, maar... Nou, gefeliciteerd. Cherry dingen groeien het meest op bergen in plains, normale of birch. Maar ik zit al de hele tijd bij plains en dingen, dus het maakt niks uit. Geef me gewoon jungle, I swear to fucking god. De warm ocean stopt hier, ik ga gewoon de warm ocean, ik denk dat dat mijn beste odd is, om gewoon die warm ocean te volgen. En dan als het land is, dat er gewoon een warme klimaat te wachten staat. Ja. Ik ben weer in de savanne. Hey, savanne. En de fucking warm ocean stopt hier. Ja, hoe kan een mens toch zo, twee mensen toch zo ongeluk hebben? Yep. Dit is niet eens meer een race tegen elkaar gewoon. Dit is... Dit is gewoon, please make it stop! Ik wil niet meer! What the fuck, ik kill myself! Yep. Ja, maar legit. Options, render distance. Render distance! Ja, zet maar op 24. Goeie, ik ga hem ook heel hoog zetten. Het is 22. Het wordt helemaal niks. Wap, ik film! Wap, ik film. En ik heb een village, dat wil ik niet. Oh. Met melons en nee, sticky pistons erin. Nee. Oh, dat is trouwens wel handig. Als ik een village vind, dan kan ik gewoon gelijk zoeken naar... dus die mineshaft, dan kan ik ondertussen ook zoeken naar redstone. Moet ik ook nog hebben namelijk. Nou, deze savanne kan denk ik mijn reet in, want ik vind nog steeds niks. Ik ga nog even een beetje kijken. Klein beetje nog. Maar ik zie niks. Dus we gaan weer door. En hopen dat ik wat vind. Nee. Hoeveel lines heb jij? 9. Ik heb er 6. Het wordt weer nacht hoor. Hey. Als het geen volle maan is, mag je gelijk op time zetten. Doe maar 0 trouwens. Oeps.
Laat maar raden, ik ga nu. Nu ga ik weer terug naar sneeuw en al die gezeik. Zie de game daar. Is het? Het is een volle maan. Hou maar zo. Oké. Betekent dat ik echt voorlopig gewoon geen volle maan ga krijgen. Dus de kans dat ik win is 0%. Of echt 0,0001. Ja. Want dit is waarschijnlijk de laatste volle maan. En dan gaat hij nou weer naar. Nou ja, dan gaat hij weer naar niks en dan gaat hij weer terug naar vol. Maar dat gaat echt 6 dagen duren. Dan moet ik echt 1,5 uur wachten of zo. Dus of ik moet nu een swamp vinden. Of het is klaar en ik moet gewoon. Ja. Ja, mijn doel is ook helemaal niet meer die sticky pisten. Mijn doel is gewoon die fucking melon. Ik wil die melon hebben. Ja, je wil gewoon de win of the melon. Ik wil die melon, ja. Ik ga zout in je wonden gooien. Weet je wat ik gevonden heb? Ik heb die fucking bloemending gevonden. Oh. What the fuck is dit voor biome? Het is een huge. Het is echt huge. Ik zit in die. In, hoe heet deze biome? Cherry Grove. Ja. Yeah. Juf. Dit is gewoon haar. Het is ook echt een gigantische biome hier. En dat is zo zeldzaam. Dat is erg. Ik heb een jungle. Dat ja, is. Ja, dit is. Maar zit er een meloen in? Even kijken. Het is weer zo'n spread-out jungle. Het is heel raar. Zit er voor mij geen meloen in? Oh, mijn fucking. Jij zegt dat die biomes klein zijn. Ze zijn huge. En normaal zijn ze echt maar 5 of 6 of 7 bomen. Want het zit namelijk zeg maar aan het begin van een hill. Dit is een kleine. Ja, nee, ja. Deze zit op een hill. Deze is echt huge, man. Ik zit er nog steeds in te rennen. Allemaal van die bloemen. Hier, ik neem ze mee voor als ik een keer je tegenkom. Lief. En sorry voor dat achtergrondgeluid. We gaan voetbal kijken. Zo, 2-0, pap. Zwitserland. Dus als je het tv hoort, ja, daar ga ik niks aan doen. Ik zit nog steeds in deze biome. Nog steeds in die cherry gedoe. Dat is ook zo stom, man. Normaal zijn ze echt klein. Dit ding is gigantisch. Zit het bij een plains? Ja. Volgens mij wel. Okay. Ik kan het niet goed zien. Ik zit echt overal zie ik. Ja, het zit wel bij een plains, ja. Ja. Nou. Oh, dit is zo suf. Ja, Jeff. Ik vind een fucking ding wat ik nodig heb en ik vind iets wat jij nodig hebt. Ik snap ook niet hoe waarom die jungle bij mij zo zelf. Ja, nou, ik heb het dus gevonden, maar ik krijg gewoon niks. Ach, triest. Hey, nou, gaan we weer. Dit is de Apple Story 2.0. Die appel was helemaal niet zo erg vergeleken met dit. We zijn echt al 2-3 uur aan het. Maar het is een beetje hetzelfde principe. Oh nee, ik moest wel hier naartoe. Hoe kan ik ook. Ik denk dat hij ook echt gewoon 300 blokken breed was. Oh. Zo pijnlijk. En de grote boeit toch geen fuck. Als je helemaal zo'n biome vindt, dan heb je ook gelijk een bloem. Want die zijn echt overal. Ja, klopt. En ik heb weer een jungle. Dat is. God damn it, ik ben in een Sunflower Plains. Yay! Chunks mogen ook wat sneller laden, naar mijn mening. Ja, nu gaat het inderdaad bij mij ook weer wat. En ik zit weer in een. Oh nee, ik dacht dat het een zee was. Mag ook even swamp. Die mag ook wel even komen. Omdat ik ben het nou toch. Het is toch volle naam. Volle maan. Volle naam. Juist. Flower Forest. Yay. Straks krijgen we nog adventuring time. Maar dat kan niet. Want we krijgen hebben geen nether en geen end. Dus. Weer een jungle. Oh. Dat is nou net de biome die ik niet nodig heb, want ik heb een plane of een. Oh, wacht, hier is een.
Ah, chimps, toch gaan nog meer. Oeh, lekker dat vrouw. Geef hem doe maar weg. Oké, een Birch Forest. Oké. Nieuwe chance. Wauw. Zul je nog kijken hoe die video van mij terug? Ben ik echt 30 keer langs zo'n ding gelopen, zeker. Heel stiekem hoop ik van wel, dat is wel heel grappig. Gewoon. Het is echt heel lastig ook dingen vinden. Ik heb ook maar één swamp gevonden, daarna ook niks meer. Ja, ik heb dus ook maar één. Ik zit nu op bijna 14.000 blokken ver. Ik 4.000. Besef hoe sneu dat is, dat ik gewoon 14.000 blokken moet reizen voor een meloen. Ja. We moeten gewoon wisselen van plek. Dat is gewoon het beste. Ja, ik ga nu niet terug. Nee, dat snap ik ook wel. Maar ik denk dat het wel mijn beste optie is. Dus gewoon één rechte lijn lopen. Ja, op een gegeven moment kan je niet meer, hè. Bij mij in ieder geval. Dus ik loop maar een beetje zigzag. Ja, ik denk dat het een beetje je downfall is. Want ik loop één rechte lijn en... Ja, ik heb nu wel twee jungles gevonden, ook al zijn ze useless. Ja, maar ik heb bergen nodig, dus als ik een berg zie, dan ga ik gewoon die kant op. Maar wacht, ik... Fucking stom van me. Ik heb toch dat Dynamic Lights met Optifine, dus als ik een torch vasthoud, dan kan ik het wel zien. Mooi, gefixt. Ik kan dingen zien in de nacht. Oké. Fucking kut skeleton, laat me met rust. Oké, ik word denk ik waarschijnlijk gemoord in deze Birch Forest en ik kan geen kant op. Ik ben ook in een Birch Forest. Even een boot en dan gaan we eten in dat boot, want het scheelt tijd. Zou ik gewoon voor de gat naar de nether gaan, joh? Sure, wel niet. Ik heb dan echt meer. Ja, ik heb niet genoeg zin in. Ik zat legit in mijn hoofd. Zitten de melon seeds in de nether? Ja, misschien in die chesten. Nee, zitten er niet. Jij denkt dat ik niet naar de nether zou gegaan zijn als het melon seeds waren? Nee, ik heb nu wel gold armor, though. Cool. Voor mijn paardje. Is hij bad? Een fancy moment. Tarayuda. Ik zit nu wel meer in hoge hills, dus misschien heb ik hier meer kans. Het wordt weer dag. Jammer. En dan ga ik nu een swamp vinden. Mag maar woord. Ja. Of een mega taiga. Mag ook. Dat is net onze luck, ja. Hey, de Farlands! Wat leuk! Ik kom gewoon aan met borden van het map. 3 miljoen blokken gelopen. Nog steeds geen meloen. Het is zo pijnlijk. Het is gewoon voor ons allebei. Het is gewoon echt. Mega Taiga! Ik zit bij een Mega Taiga. Dat is ook weer zo'n zeldzame biome. Ja. Hantada! Ik heb planes gevonden. Hore Shiri. Hore Vaat. Hedemda. Het kan zo zijn dat ik er lang heen ben gelopen door die hills, maar dat ik het echt niet heb gezien. Ja, dat heb ik waarschijnlijk met de jungle. Tendengal. Ik
zit nog steeds in de Megataiga. Ik hoor bij jou niet op de telefoon. Waarschijnlijk hoor je het niet op de... Ik zie hier weer zo'n boom met bloemen. Echt leuk. Waarschijnlijk hoor je de televisie bij jou niet op de recording. Nee, maar ik ga jouw geluid niet gebruiken. Nee, maar ik bedoel, als jouw microfoon het niet oppakt, als ik jouw microfoon niet hoor... Zeg maar, meestal hoor ik hetzelfde in de video als dat jij... Meestal hoor ik hetzelfde via Discord dan... Ja, ik snap wat je bedoelt. Nee, in de video. Dus waarschijnlijk hoor je het niet op jouw recording. Ik hoop het. Zou een mooi extraatje zijn. Schijnbeweging van een dorp. Precies hoor ik het bij jou. Ik hoor echt schijnbewegingen. Ja. Ik heb ondertussen een mergpijp. Lekker man. Oh, ik heb het ondertussen de wil te leven heb ik niet meer. Mag niet uit, ik heb mergpijp. Mergpijp. Ik heb wel allemaal mooie tulpen, though. Ik vind het tulpen bij hem altijd heel mooi. Ja. Heel mooi! Maar ik wil hem nu niet. Een care! Je mooi. Ik zit weer in de taiga. En weer terug in de forest. En het regent. Ja. Geen zin in. Ik wil het dan rollen. Is er niet van de permanent ook nog dat regen gewoon permanent uitgaat? Maar weet ik niet. Vast daar ergens. Ja. Oeh. Holy shit, ik loop echt fucking 30 seconden voor. Ja. Ah, joh, boeien. Sneeuw. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik let helemaal niet op. Eigenlijk een beetje. Moet toch iets doen in deze tijd. In maar deze ik weet dus wel, als ik een warm ocean vind, wat voor mij de zeldzaamste ocean is van allemaal. Dan zit ik bij jungle en savanne en zet. Ja. Nee. Dat is wel goed. Mag ik even melden? Daar gaan we voor. Het maakt me echt niet uit wie wint. Echt niet. Ik wil gewoon niet. Yay! Snowplanes! Terug bij af! Wow. Op fucking min 15.000 blokken! Oh. Ik heb wel weer een heel in een plane bij hem, dus... Heel goed. Ik ga gewoon de hele heel omcirkelen. Heel goed. En een stones gedeelte. Stony tops, ik weet niet hoe dat heet. Ja, stony tops. Echt? Nee toch? Nee. Ik wil zeggen, dat kan ik me nou niet echt herinneren. Zou je zien dat het net wel is. Als je er langs gaat, meld het even wat het heet. Hoe het heet. Oh, ik ga wel even terug. Met F3 kan je het zien, hè? Ja, I know, maar ik ben net uit die... Kijk, Stony Peaks, bijna. Stony Tops. Ja. Stony dubbel 20. Stony. Bowie. Een bojontje. Ik heb wel weer even mooi op het ijs gegleden, maar ja. Echt mooi. Ik ben trots. Eindelijk. Echt, ik zou er een stukje van mijn vingernagel voor opgeven. Geef mij echt die carrot all day. Ik mis de carrot echt. Ja, dat is duidelijk gewoon een doel. Je kan het bij villages halen, je kan het bij zombies halen. Ja, dat is gewoon... Oh, ik heb het over de... ik had het over mijn... Jouw bloem ook gewoon, hè? Je hebt gewoon een biome nodig. Ja, maar die biome is best zeldzaam. Die carrot toen ook, want die villages zijn heel zeldzaam. Toen, in die versie. Ja, dat klopt. Maar dan maakt het niet minder leuk. Eh,
Echt absurd dit. Ja. Oké, bomen, bomen. Ja. Bomen on a hill. Oké. Ik weet niet eens of ik het nog op kan brengen om te juichen als ik het vind. Jawel, jawel. Ik ga gewoon heel die berg. Als ik een berg rond, ga ik gewoon heel die berg rond en dan ga ik weer verder. Want... Gewoon hoe wij op het punt zitten nu dat als een van ons wint, dat het ook geen fuck meer boeit. En dat is zelfs ik en ik kan heel slecht tegen mijn verlies. Zelfs ik heb dat nu. Ja, het is echt heel triest. Dit is gewoon niet meer spelen. Het is gewoon zoeken. Niet eens meer. Het is weer een jungle. Helemaal geen tactiek meer. Ik doe maar wat. Ik ren één lijn en ik hoop gewoon dat het goed gaat. En ik kom alleen maar in fucking Snowy Tiger. Of hoe de fuck het... Hoe heet het? Oh shit, het heet ook echt Snowy Tiger. Nou, maakt mij niet uit hoe het heet. Ik ben er in ieder geval en ik wil er niet zijn. En ik ben nog bijna doelshoog. Ik heb hetzelfde, ik ren gewoon, maar het enige wat ik wel strategie erbij heb is, als ik een berg heb, ga ik hem omcirkelen. I know dat duurt lang, maar het is dat zo zonde. Dat is mijn probleem niet dat het lang duurt. Doe maar lekker. Nee, maar ik bedoel dat het zeg maar, dat je dan denkt van ja, het kost dan niet meer tijd, maar voor hetzelfde geld loop je er daar in voorbij. Ja, nee, ik hou je niet tegen. Jij doet jouw game, ik doe mijne. Kutkoe, zo. Zoals de jongen tegenwoordig zeggen, fuck. Dus. We hebben gewoon echt een probleem dat wij dingen niet los kunnen laten. Dat is ook nog iets. Een ander zou al lang hebben gezegd. Van. We stoppen ermee, maar. Ik heb gewoon echt determination om dit af te maken. Ik heb gewoon ook het gevoel, het kan. Ik heb twee jungles gevonden. Ja. Ik heb een swamp gevonden. Waarom zou het niet kunnen? Maar de game laat me niet. En weet je wat nog het erge is? Dat wij elkaars biome vinden. Dat is nog het erge. Ik heb twee keer een cherry ding gevonden. En dan moesten we ook nog die enchanted golden apple. Ja, koekoek, jawel. Nou ja, toen we hadden waarschijnlijk had ik die alsnog eerder gevonden dan de fucking melon. Als ik er naar zocht. Ik voel iets opbloeien, dit vind ik een hele mooie berg. Oké. Mijn brood is op. Ik heb nog maar ik had 4 stacks brood, ik heb nog maar 2 brood over. Oh. En voor context, ik heb nog steeds niks. Ik zit nog steeds in de Snowy Plains. Ik verlies gelukkig niet zoveel eten, dat scheelt. Gefeliciteerd. Ik hoef eigenlijk bijna niet te eten. Dat is wel... Nou ja, misschien komt het ook omdat ik fucking 17.000 blokken nu weg ben. Ja, ik zit op een paard, dus dat scheelt mij eten. Ja, maar ik heb geen geduld voor paard. Ik heb sowieso geen saddle, dus hoe de fuck wil ik dat doen? Ja, ik heb in die village heb ik een saddle gevonden en ik dacht, fuck it. Ik moest toch wachten. Ik dacht, maar weet je wat het is? Misschien heb jij daar ook geen voordeel van, maar ik wel, want ik moet heel beklimmen. En een paard doet dat zo soepel. Mm-hmm. Als ik dat moet gaan lopen, dat is niet te doen. Ik wil eigenlijk wel een village vinden. Ik heb wel eten nodig. Ga door. Ik heb nog 21 raw beef. Een jungle. Jee, ik heb weer Snowy Plains. Hey Fanny, waarom geef mijn schouders staan, kleine? Op zich hoeft dat niet. En nu ga je op schoot, dat hoeft ook niet. Ik ben even bezig, bitch. Heb ik een furnace bij me? Ook niet. Ik denk dat ik zo ga minen. En dan ga ik, terwijl ik aan het minen ben voor redstone, ga ik mijn eten koken.
Ik, ja. Op zich, ik had eigenlijk ook wel wat anders willen doen dan lopen, dus ik ben jaloers. Dat is nog steeds niet optimaal hoor, maar nou. Nee, heel maar. Jaloers op meloen. Maar weet je wat het stomme is gewoon? De snowy plains met allemaal pompoenen. Om het gewoon even extra in te schrijven. Ik hoopte ook dat zeg maar die bloemen in die lush cave zouden zitten, maar nee, ik heb wel een emerald gevonden though, maar daar hebben we helemaal niks aan. Wacht, wat voor een maan is er nu? Oh, het is een semi-volle maan. Kunnen we slapen? Ja, ik heb een bed bij. Oké. Okay. Ja, ik leg erin. Ha! Bowietje. Mooi. Zullen we maar weer tijd voor als ik een zwam vind. Salami. Nu hoor ik de televisie wel bij jou een beetje. Ja, maar dat was gewoon met die stem verheften. Dat was een doelkans. Ja, ik hoorde net. Iglo! Of zo. Please, heb eventjes loot. Terwijl ik even. Wat. Van me hebben. Heeft de Iglo geen furnace? Ja! Iglo ja, heeft furnace. Volgens mij wel beneden. Of nee, boven. Nee, boven. Boven. Nee, beneden. Nee, boven. Kool, vlees. Ja, het heeft ook nog zo'n kamer. Ik ga erin. Nee. Een meter als daar een meloen in zit. Ja, maar dat is alleen om die gasten te healen. I know, maar dan heb je wel een golden apple. Ja, en dan? En dan kan je dood. Zit wel wheat in. Golden apple dus. Bad apples. That's it. En een weakness potion waar ik echt niks aan heb. En weer een village! Oh. Ook een village. Ik wil cookie! Hallo cookie! Ik stuur ze per postduif. Miepie, miepie, miepie. Anders hadden ze hier onder water of slaat dat nou weer op? Oud. Oh, wat? Nou, het zal wel. Redstone torch heb ik niet nodig. Mijn pinda's zijn alle drie op. Oké. Nou, fuck deze snow ding. Ik ga weer verder. Ik heb 5 steek. Village. Ik ga hier onder de grond en hopen dat ik een mineshaft vind. En als ik die vind, dan wordt het heel spannend. Het is ook geen eens meer spannend, het is gewoon make it fucking stone. Het was gewoon spannend, toen was het kut, toen was het spannend en toen was het kut. Ik weet niet of deze kisten nog iets hebben, maar... Oh, het heeft nu wel behoorlijk wat eten dat ik kan fixen, dus dat is wel mooi. De meest random patch of snow. Zo cool. Is er echt geen fucking woning met een kist erin? Serieus? Zit gewoon helemaal niks. Ja, ik hoop dat mijn strategie gaat werken met de mineshaft. Ik zit weer in een forest. Bloemenforest. Forest, met allemaal zombies. Okay. En molen. Ik heb wel het gevoel dat we altijd dicht bij een bloemenforest zit, maar dat is echt bullshit. Heb ik een shovel? Nee. Heb ik sticks? Heb ik een... Ik ga gewoon een diamond shovel maken aan het kerk. Ik heb 11 diamonds. Ik weet niet hoe ik daaraan kom, maar ik heb het. Je hebt het. Dus... Kijken. Oh, dikke goal. 3-2-1. Wat dan was het werken? Fucking cool hoor. Echt waar. Kom op! Drop me in de mineshaft. Ik had het je gezegd, hè, Zobosly. Ja, klopt. Want to watch. Nee, ik wou niet geloven, hè. Ik wou niet geloven. Nee, hij zat echt van, nee, dat is allemaal niet waar! Nee. Ja, dat klopt. Ik weet niet wat de fuck dat was. Geef mij een cave met een mineshaft erin. Maar ik moet voor mij echt fucking deep minen. Het is ook zo triest dat ik gewoon een bloem moet. Een fucking bloem. Hoezo is dat triest? Ik moet een van de meest bekende dingen moet ik hebben. Fucking melon. En ik heb niks. Ah, ik ben dood gegaan door fucking... En we zijn weer helemaal terug.
Ik ga caves in, I don't care. En zie je zo bij deze... Ik ben naast een cave gespand in het begin van mijn game. En dan zie je zo dat daar een mindset staat met een meloen. Ja, of een slime. Of beide gewoon, een slime die een meloen in zich heeft. Ja, gewoon alsof het zo'n, zo'n king slime. Alsof het erin zit, zeg maar. Als die ninja. Maak jij een Terraria-referentie of ben ik nou Mongol? Ja, maak een Terraria-referentie. Holy shit, je maakt een Terraria. Wacht, je kan een enchantment table gebruiken als light source. Dat is wel grappig. Ik hou nu een enchantment table vast als een soort torch, zegt Mongol. Dat we allebei zeg maar, die enchantment table nog in onze inventory hebben, gewoon alsof niks. Ja, hier zit ook helemaal niks, joh. Kan ik dood? Kan ik even dood? Nee, ik maak een diep in Terraria, ja. Dat komt in de hoop ons wat op te vrolijken. Het heeft het tijdelijk gedaan. Ja, tijdelijk. Ja. Nou, creeper, blaas me even op. Huts. Hey. Wat gaan we doen? Wat is de bedoeling? Ik ga eens een keer hier naartoe. Ik ging eerst naar het zuiden. Ik ging eerst naar het noorden. Ik ga nu naar het zuiden. Naar het zuiden. Oh, ik heb gelijk een Roe Forest. Wauw. Ik ben echt helemaal impressed. Wow. Ik weet ook helemaal niet meer wat voor accent dat has. Ik weet niet meer wat ik zoek, joh. Wat de fuck doen we überhaupt? Welke bij fucking Corkeeper of zo? Wat de fuck is dit? Ik weet het even niet meer. Corki! Hey, Corki! Miepie! Bowie. Hallo Bowie maar. Ik wil mijn Miepie! Miepie de Miepie! Deze video is ook alweer anderhalf uur. We zijn in totaal nu 4 uur bezig met deze fucking troep. En wat hebben we in al die tijd gedaan? Helemaal niks! Alleen maar gerend! Fuck! Alles wat ik kan zeggen is fuck! Ga weg met je glow ink sack. Geef me je varkchop. Ik heb nog één baked potato. Alles gaat mis. Dood met je koe. Dood met je koe. Dood. Ik zei ook in het begin, oké, ik hoef helemaal geen eten meer te fixen. Dat is een voordeel. En nu zie ik eten te fixen. Ja. Ik voel je pijn. Ik voel pijn. Nee, ik voel geen enkel pijn, dus dat scheelt. Oh, oké. Nou, als ik je een ramp op je fucking arm gooi, dan praat je wel anders. Ja, nee, dan voel ik weer armpijn, dus dat is leuk. Dan en wat vind ik? Dude. Wat vind ik? Een jungle. Oh. Ja. Gewoon niet meer leuk. Het is gewoon niet meer leuk. Het is niet meer leuk. Maar we zijn gezellig, hoor. Ik vind het helemaal niet meer gezellig. Nee. Ik vind het helemaal niet leuk met jou. Ben je ook echt, ik kom strot uit, ja. Leuk. Dat vind ik ook. Ben een rat, bitch. Boeitje. Ach, Miepie, hè. Ach, Miepie. Miepie ligt op zijn rug. Miepie springt van de brug. Ik ook. Je hebt ook nog steeds die redstone repeater in mijn inventory. Good old days. Ik niet. Ik heb die zo snel mogelijk weggegooid, volgens mij. Ja, ben je tegen de repeater? Ja, ik vind dat vies. Repeat. Repeat of niet? Hi, back. Oh. Dat ken ik niet. Oké, okay. Mega Taiga, kan jij eventjes weg? Ik wil jou niet. Van de radio. Bowie, ik kan ons redden. Geef ik zijn meloen en zijn slime en geef mij mijn bloemen, alsjeblieft. Ja, maar wie de fuck wint er dan? Dan is het gewoon Bowie die wint. Fair enough, fair enough. Krijg ook heet dit zo'n boom, zo'n random oak boom met van die bloemetjes erin. Ik zie hem, ja dat is een, die komen ook in de lush caves voor. Maar wat heeft dat voor doel precies? Die krijg je, kan je van die spoorblossoms krijgen. Dus geen balance? Dood. Ja, deze auto is 5 miljoen waard, maar heeft het balance. Ja, misschien. La nee, la la. La 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 la. Wat heb ik toch een leuk avontuur weer in de fucking spruce. Oh. Yeah. 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 Het wordt weer binnen donker. We gaan weer zo slapen. Lekker.
Fuck, 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 fuck. Ik heb fuck, geen wil meer om het leven aan te gaan. Aan te gaan, aan met te gaan. Met mijn kameraden. Aan te gaan, aan te gaan, aan te gaan. Biogram. Oh mijn god, we zitten opnieuw op het moment dat we gewoon mad raken. Ik ben niet mad hoor, ik ben gewoon L.A. Lol. Oké. Okay. Vond het heel leuk. L.A. Knighutte. Oh yeah, I wanna see you die. Ja. Tadic. Ja. Dat was toch een Kroaat? Servië. Wat Servië? Tadic. Ja, Bowie ook. Ja, Bowie komt ook uit Servië, want hij serveert ons. Oh, Bowie, jij komt uit Servië. Blaft hij dan ook Serviaans? Waarom is het elke keer als het nacht wordt dat ik in een oceaan zit? Weet ik niet, ik vind het een mooi thema. En weer sneeuw. Bedenk er een musical bij of zo. Hou je mond, man. Oh. Ja, ik zit weer in sneeuw. Weet je wat ik ga doen? Ik ga naar de nulcoördinaat. Daar zat ik net ook al aan te denken. Ik zat legit daar ook aan te denken, gewoon. En dan ga ik gewoon... Ik ga dan gewoon... hopen dat daar warm klimaat zit. Oh yeah, I wanna see you dance. En ik heb een zwamp, wat heb ik eraan? Fuck off, juf! Ja, ik weet ook allemaal niet meer. En ik ben in het water beland met mijn paard. Hé, ik heb hier allemaal cherry blossom in mijn inventory. Oké. Okay. Niet zeggen, oké, okay, als het je niet boeit. Het doet je zeer, van binnen. Ja, zeker, maar dat wist je toch wel? Dat fuck. Dat moet toch niet met de uit, hè? Jawel. Oh. Wat voor maan is er? Een halve. Laten we slapen. Oké. Wacht, ben jij nog bij die swamp? Ja, ik slaap. Spannende slimes? Nee. Ik ga midden op het ijs ga ik slapen, want waarom niet? Gezellig, man. Oh yeah, I wanna be your corgi. Ik weet ook helemaal niet meer waar ik naartoe ga, joh. Naar Ameland. Ameland! Wat een mooie dag vandaag. Ameland. Ik woon niet in Den Haag. Ameland. Oké. En ik heb brood gemaakt. Wow. Heftig. Ik was ook ik zo blij dat ik de jungle vond. En we zijn nu ook weer echt een uur verder volgens mij. Waar is dat kutpaard nou weer heen? Wow. Je slaapt even, je ik maakt heb weer een packed ice. Ik heb weer een packed ice gevonden. Ik heb bijna geen cold biomes. Gewoon. Ik zie af en toe een stukje sneeuw, maar verder rest. We hebben echt gewoon compleet het opposite. En weer een village, Jotum. Jotum, ja. Weet je, ik ga het gewoon weer zoeken naar een mineshaft. Ik wil gewoon klaar zijn hiermee. Zie niet gewoon een cave in de buurt waar ik even in kan jumpen? Er is hier een cave. En hij zit in de buurt, maar kan ik erin jumpen? Dit is de meest grote swamp biome die ik ooit heb gezien. En ik heb het zo echt gewoon als een stomp in het gezicht ervaren. Ja, joh. Oké, okay, ik ga weer ondergronds. Ik ga het gewoon doen. Hij doet het. Jongens, nobody's houding me tegen. Klaas. Er zit hier een huis exact gemaakt van ijs. In het midden ga ik naar beneden toe. Met de hoop dat ik schoep noem. Klaas. Gaan we. De kobbel, ik heb kobbel. Heb ik crafting table? Ja, heb ik. Heb ik een torch?
Nee. Ik zit in een cave. Ik zie helemaal niks erin. Nee, een goed paard. Er gaat die gewoon ook rechtdoor ook. Kutbeest. Zijn er wel heel veel monsters die me niet kunnen pakken omdat ik echt veel te behendig ben? Hij is vastgepakt. Op zijn bek geslagen. Op zijn bek geslagen. Volgens mij maakte hij een tijdje geleden ook een referentie naar die video. En ik heb het volgens mij compleet over mijn hoofd gegooid. En nu pas krijg ik hem binnen. Oké. Okay. Oh. Niet dat er weer zo'n dapje op me drukt. Ik ga geen eens die kaart even vasthouden. Ik heb even die torch nodig. En een Dieven Care. Wat een fucking verspilling van een gezellige tijd, man. We gaan door! Ik vind het wel gezellig hoor. Het is dat ik het met jou doe, anders had ik een heel groot probleem gehad. Ja, nee, ik vind het ook gezellig hoor. Beetje voetbal op. Ja, lekker voetballetje. Beetje huilen. Ja joh, bootje dik. Alleen het is gewoon heel triest. Het is gewoon zo triest dat we elke keer elkaars dingen vinden. Yep. Ik weet niet hoe. Ik weet gewoon, dit is zo unlucky. Unlucky. Unlucky, ja. Unlucky. Ik heb gold. Yes. Unlucky. Ik heb gold. Wow. Gold. Nu ga je winnen. Oh. Ik weet niet meer. Ik hoor een zombie, maar ik weet niet waar die is. Dus ik ga gewoon verder naar beneden. En ik ben ik het. Nee, hij zit hierboven. Hier ergens zit hij. Oké, zombie maakt geluid. Ja, daar. Oké. Zeg dat hier een cave is en zeg dat hier... Ja, er is een cave. Zeg dat er een mineshaft is. For the best of all people. In de all of us. Oké. Zie ik ergens hout. Is dit niet echt de beste tactiek om te hebben? Maar zie ik hout. Wat een mooie boom. Wow, ik heb diamonds! Wow! Wow, feestje. Weet je, ik neem ze geen eens mee. Oh, een keer. Moet ik hem mee. Lol. Nee, legit, ik heb echt niks aan diamonds. Ja, ik ook niet. Het waren ook echt een stuk of 5, andere keer van fuck. Ik heb ze niet nodig. Alleen eten in mijn inventory hebben en een, weet ik veel, een zwaardje misschien. Dan zou het op helemaal zijn. Ik kan het ook helemaal niet zien. Welke, is er nog meer wedstrijden vandaag, hè, toch? Ja. Hey, redstone, mooi. Dat is mooi. Dan heb ik in ieder geval dat. Ik heb de redstone nu voor de piston. En ik heb weer diamonds. Waar ik gewoon voorbij ga lopen, want ik ben echt een chad. Nee, het is Spanje, Kroatië, Italië, Albanië. Ja, ik bedoelde eigenlijk meer... Weer diamonds, wauw. Of NPO het laat zien, dat bedoel ik eigenlijk meer. Dat lijkt me wel. Nee, niet doodgaan, alsjeblieft. Pak de golden apple. En dan komt die golden apple toch een beetje van pas. Want ik ging, ik viel per ongeluk in lava. Hmm. Ja, dan is dat chill, inderdaad. En ik heb een fucking village. Yay. Maar die bloemen kunnen dus ook in villages komen, maar dan moet het wel in de buurt van zo'n ding zijn. Ja. Daar heb ik helemaal niks aan. Ik heb geen zin om die kutchesten te lozen. Ja, je kan acacia hout krijgen, maar dan moet je wel bij acacia zijn. Nee, zeg maar, je hoeft, die bomen hoeven er dan niet eens te zijn, zeg ik. Maar het moet wel in die biome zijn. Ik heb weer diamond. Ik loop er gewoon elke keer voorbij. En het voelt niet goed, maar ik doe het wel. Ja, doe het. Ja, ik wil gewoon hout. Ik moet hout hebben ergens. Anders ga ik gewoon weer door en dan ga ik... Wauw, nog meer diamonds! Wauw, nog meer! Waarom is je vuur? Het probleem bij mij is, ik kan wel doodgaan en ergens anders beginnen, maar ik heb wel echt een goed paard. Waarom was dat vuur? En nog meer diamonds. Er zijn echt overal diamonds hier. En ik heb er echt gewoon niks aan. Maar ik heb de redstone die ik wou. Home in diamonds. Dit is de eerste echt grote desert die ik vind. Nou, groot is nog niet eens trouwens hoor. Maar het is een redelijk groot wat ik ooit heb gevonden. Ik ga weer in de lava. Ik vind het mooi geweest. Poef! Rest in peace dan. Oké, we gaan nu naar... we gaan hierheen. Kijk, we gaan daar naartoe.
Zo. Oh, hier was ik net ook al. Ik was hier de vorige keer ook, wat leuk. Heel leuk. Waar is mijn boot? Hier. Ik heb ook een Diamond Pickaxe, Diamond Shovel, Stone Sword, Stone Axe, Stone Hoe. Ja, ik heb Iron Sword. Nee, niet Iron. Diamond Sword, Diamond Pickaxe, Iron Axe. En een Shear. En een Gold Pickaxe nog. Heftig. Ja. Pam 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 pam. Pam 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 pam. Ik wil je niet nog verder de grond in trappen hoor, juf. Maar ik heb weer een cherry ding gevonden. Oh. En dan weet ik niet of dat dezelfde is of niet, maar ik heb hem wel gevonden. Dat is zo triest. Ik denk zelfs nog dat als ik helemaal naar jouw locatie zou lopen en zeg maar dat jij dan nog steeds meer vindt dan ik zeg maar heen ga. Dat maakt totaal niet sens wat ik nou zei, maar... Dat je meer vindt! Ik vind echt helemaal niks. Ik bedoel meer zelfs zeg maar... Ja. Goed gezegd, wauw! Ja, dat het gewoon zo irritant is dat ik het gewoon compleet niet vind. Wat voor biome is het weer? En hetzelfde wat jij de hele tijd zegt. Birch Forest en Plains en de heuvels en bergen of hoe die dingen ook heten. Ja. Maar het is ook... Ja, blijf maar kijken. Wauw, village. Ik vind zoveel schrik al de hele tijd. Even flikker een eind op. Ik heb een village. Oh, baby! Oh, nice. Nice. Deze village heb ik al geloot. Oh. Maar die baby turtles zijn zo klein in verhouding met die... Met ja, dat is echt niet oké. Maar voor mij is dat in het echt ook zo. Ja, vast. Vast. Ik zit te denken, zou ik weer ondergronds gaan om te hopen voor een mineshaft? Dan zit ik ook weer van... heeft dat zin? Ja, oh, hier is mijn houten pickaxe ligt hier nog. Grappig. Hij ligt zeg maar gewoon op de grond of zo. Ja. Oh. Ik zit te twijfelen, zou ik ondergronds gaan? Ja. Ja, ik ga ondergronds. En hier houdt het land op, wat fijn. Zo, gaan we weer. Ik hoop het weg. Please, een mineshaft. Paul Levesque. Ja, die is door. Die is helemaal niet door. Jawel, jij bent door. Doe je rest van repeater. Wauw, lapis! Wauw. Wauw. Lekker te fluiten, man. Heel sweet. Ik weet niet waarom. Oké, dat waren allemaal mijn carrots. Oh, ik heb mijn rest van repeater. Nee, oké, ik ga hier weer weg. Heb ik een boot? Ja, hier ben ik niet zo in de mood voor. Ik ga mijn paard achterlaten, ik ga gewoon varen. Juf, ik heb een onderwater cave, dus ik ga weer terug. Oké. Want daar heb ik niet zoveel zin in, om doorheen te banjeren. Nee, dat is... Kunnen we even slapen? Nou, dat mag je net op tijd, ik ga net voor. Mooi. Ik lig in bed. Nou, zo kom ik nog wel met de tijd qua swamp. Waar is mijn paard? Genaaid. Oh shit, er zitten hier wel haybills. Oh, dat is wel heel mooi. Oh, ja. Dan hoef ik niet meer elke keer eten te fixen. Ja, ik heb ook dik opgestekt op haybills. Nee. Ja. Heb je niet. Trouwens, shipwrecks en zo kunnen volgens mij ook die paddles. Of in ieder geval die azalea trees kunnen die hebben.
Ja, maar dat, die krijgen die paddles toch niet? Die paddles liggen op de grond. Ja, maar die azalea trees kan je groot maken tot grote bomen. Dus misschien zit het eraan. Ah, is over geluk. Stop. Ik weet niet of dat zo is. Ik hoop het niet. Lijkt me sterk trouwens. Nee, ja, mij ook. Maar ik ben nu echt op dit moment gewoon dingen aan het roepen in de hoop dat het zo is. Gewoon in de hoop dat het universe nu verandert en dat het dan gebeurt. Langste bingo ooit. Ja, deze, als ommetjes dit moesten spreken, waren ze allemaal rood. Ja. Deze boot is echt MVP trouwens. Ik heb zoveel gerezen met dit ding. Ik ben nu op mijn bootje. Nee. Ja, ik vaar naar het einde van de wereld. Oké, okay. Heel interessant. Nee. Ik hoop gewoon dat als ik een beetje in de buurt van nul kom, dat ik een dat ik iets vind wat een beetje jouw klimaat heeft. Waarschijnlijk niet, maar weet je, je kan hopen. Yep. Zal ik je een tip geven van de coördinaten? Of? Fuck no. Oké. Okay. Ja, niet precies, maar welke richting je op moet gaan. Fuck no. Oké. Okay. Wauw, ik heb ook veel padden. Leuk man. Geef me gewoon zo'n warm oceaan. Dat zou echt perfect zijn. En ik heb weer een... Jungle. Village. Oh, weer een village. Daar heb ik helemaal niks aan. En ik heb mijn paardje niet meer. Wow. En ik heb weer een... swamp. Ofzo. Waar ik nu niks aan heb. Maar weet je wat ik ook heb? Een village! Wow. Ik zit te twijfelen, zou ik gewoon wachten op die slime man? Of zou ik gewoon doorgaan? Het is ook net dag geworden, dus dat is echt vervelend. Ja, en wordt het volle maan en zo? Dat weten we ook niet. Brood, brood, brood. Nee, dit wordt geen volle maan. Maar ik ga even opzoeken. Ik ga het gewoon opzoeken. Ik ben helemaal klaar mee. Ik moet toch wachten, dus ik kan iets goed gewoon scooten. Zul je zien dat het helemaal geen mechanic is en dat het nooit is geweest? Nee, dat is sowieso wel een mechanic, alleen ik weet niet of, wanneer die allemaal spant. Dus ik ga het gewoon opzoeken. Oh, ik val bijna door. Minecraft. Slime. Slime. Geef me heebels. Op een gegeven moment heb je gewoon een hele slime farm gemaakt gewoon. En dan heb ik nog mijn bloemen niet. Dat zou echt grappig zijn. Ik moet mijn meloen ook nog. Wauw, ik zie weer snowy plains! Oké, dit is slime. Wanneer spant die? Below layer 40 regardless of light levels. Ja, dat boeit me echt geen fuck. Swamps. If the fraction of the moon that is bright is greater than the random number from 1 to 0. Wat? Wat? Ah, praat niet zo dom. Ja, niet jij, maar die schuif. Ah, heel mens! Minecraft. Slimeball. Of slime, nou gewoon slime. Geef het over mij. Swamp. Ja. Kan het alsjeblieft donker worden? Alsjeblieft niet. We zijn nu niet meer allemaal boord. Only on the Shinnabod. On the Maggie the Tall. Oh, my gold worden. Heb ik iron? Ja. Je vois derrière mon morceau de toi. Ja, zo voel ik me ook. Ik heb ook nog helemaal geen desert gevonden. Ik zei dit er eentje is, maar dat lijkt me niet. Voor mij is dit gewoon beach. De beach, ja. Waarom zit er een dead bush bij in die beach? Dat vind ik een beetje raar. Oh, en weer een jungle. Nou, en!
Haat je. Ik haat mezelf ook. Oh, ik heb geen hout. Ik moet even die zo. Piston. Ik heb een piston. Ik denk, ik maak hem alvast. Ja, dat heb ik ook gedaan. Voor de sake of, dan heb ik hem. Maar nou, moet ik nog die kleine kans hebben om een... Oh, dit is heel snel. Formidabel slimepie te krijgen. Maar ja, dan moet ik wachten totdat het nacht is. En ja. Ik ga het wel pakken, though. Niet voor stout in de wonden, maar... Usually they will spawn in the first two nights use. Okay. Ik hoop gewoon dat ik lucky ben en dan komt het echt down tegen Melon versus Bloom. Ja. Yeah. Dat is echt fucked up. Het is nu, het is ook gewoon half dag. Dat is echt fucked. Voor mij is 3-1 geworden. Jef, het is 3-1. Hey. Deze swamp is ook hier Richard. Dat ik ook. Ik heb geen idee wat ik wou huge zeggen, maar toen dat zei was wel een coole goal. Dat was wel een coole goal, ja. Hartstikke cool, wauw. Oh, er zit een witch bij de witch hut. Dude! Ik wil jou helemaal niets. Up to Janet. Oh, dat is leuk. Die witch heeft ook een zwarte kat. Sorry ja, kat, ik heb je owner gekilled. Doeg. Nou, mag. Doe het en zo. Ja, bij die haars. Alle Duitsers zijn homo. Ja. Dat zingen ze natuurlijk. Ja. Ja. Ik heb een potion of healing. Jotten. Feliciteerd. Daar ben ik ook heel blij mee. Ik ben top. Ik ga campy zetten. Ik heb even een diamond sword gemaakt. Ik ga even een paar furnaces fixen. Flint kan weg, kon al heel lang weg. Ja, ik ga dit mini stukje in boot gebruiken, I don't care. Ik heb helemaal geen genoeg kool, dus kan ik ook nog even fixen. Potato hierin. Raw beef. Ik heb eventjes 3 van die, huppakee. Oké, en dan, ja, wat kan hierin? Niks. Ik ga wat armor maken, ik moet toch wat. Of armor heb ik? Oké, dan steeds die gold chestplate, omdat die mending heeft. Oké, zo. Ik heb full armor behalve de chestplate, die is gold. Cool. Kijken ik heb geen enkele armor. Oké, ja, het is wel aan het onthouden. Ik heb 6 diamonds, ja. Nee. Oké, het wordt donker. Ik hoop dat er een slime spant en dat ik dan die sticky piste en dat het echt down komt tussen Melon en Razirat. Op dit punt kan ik gewoon beter wachten voor een Wandering Trader. Jezus. Dan moet hij ook nog een kans hebben om hem te traden, hè? Ja, dat heb je dan ook nog, maar ik denk nog dat dat meer kans heeft dan dat ik zo'n kut bij hem vind. Ik weet niet wat ik doe. Ik ben opeens voor kat alarm geworden dan. Ja. Het was een mix tussen een kat en een alarm. Van de miauw! Miauw! Fuck! Penny, je bent de kat. Bowie! Bowie is een rockster, hij gaat dood! Kijk, hier moet ik naar huilen. Ik ben weer bij de witch hut. Waar de fuck was dat eten nou die ik had? Daar. Oké. Please geef me een slime. Ik weet niet wat voor een maand er komt. Komt. Een blauwe. Wauw. Het is ook cool dat het publiek rood is. Nou, liever rood. Min een paar. Wat voor maan is het? Ik kan het niet zien. Liever achterknapt dan achterknaald. Zo. Even huts dan huts. Ik zie de maan nog steeds niet. Ik vind het zorgelijk.
Fucking kut. Kijk, er is nu zo'n volledige... De maan is helemaal leeg, laat ik het zo even zeggen. Ja. Zie ik ergens een bouncy lichtgroen blubber ding. Olsje. Zwitserland heeft gewonnen. Wow. Wow. Kom op, slimy bouncy balls. Het zou echt mooi zijn als ik er gewoon één vond. Kan ik weer helemaal niks zien. Ik wil niet meer. Mop. Somewhere. Over de corgi. Ik moet zeggen, zonder paard is heel echt vervelend. Echt vervelend. Heel vervelend. Ja, mooi gezegd. Nou, ik vrees dat ik geen slime krijg. Je hebt weer geluk, juf. Je hebt het weer overleefd. Ja. Geluk. Dat noem ik pech. Waarom ben ik maar niet meer aan de wind? Grappig zijn dat we nu gaan teamworken om gewoon iemand... dingen te maken. Wat is een... You're kidding me. Nee, dit is niet eerlijk. Wacht even. Wat is een new moon? New moon. En wat? New moon Minecraft. Ik wil 9 brood. They never spawnen een new moon. En voor mij zitten we nu in een new moon. En ik denk dat ik ga huilen daardoor. Nou, ik heb wel een schouder over. Ja hoor, we zitten weer precies in de fucking ding. Slaap je af, alsjeblieft. Fuck sake, waarom nou? Ik ben net zo verdrietig als fucking Hongarije. Never ook, geen eens almost never, nee gewoon never. Zullen we huilen? Maarten van Rossum. Jaloers. Flikker op, kutkip. Oké, wat waarschijnlijk wel helpt, is de coördinaten zijn zo makkelijk te vinden. Het is letterlijk 1000 en 150. Wat? Van de swamp. Nee, ik ga die bloemen ding echt niet geven. Sla dat nog. Nee, ik dacht een jungle. Tuurlijk, want ik zou dat zomaar zeggen bij een jungle. Nee, ik dacht dat je die nog bewaard had. Wat? Nee, ik heb swamp-coördinaten behaald. Dit ja, is een dat andere weet swamp. Ik, maar ik had je ook, I don't know. Ja, het is gewoon letterlijk 1100 en dan... Oké. Kan het gewoon niet fucking donker worden? Kan het donker worden? Kan het donker worden? Ik wil het donker hebben. Oh. Nou, ik heb tenminste weer wat newfound food. Steak, baked potato, Bowie. Ik heb een fucking frog. Moeke mij. Er zijn jullie slimebas droppen, maar daar ga ik niet van uit. Wow, ik heb een portal gevonden. Wow. Oh, een obsidian! Gast! Een blind en... hartaanval! Efficiency. Je gaat me een hartaanval. Ik denk, oh dit... Nee, je niet! Ja, sorry, dat was niet de bedoeling eigenlijk. Ik was gewoon... Ik dacht, ik ben heel erg down. Dat is niet leuk voor iedereen. Nee, is toch niet. Wow, ik heb een heel gevonden. Gaat dit worden? Ja, dit wordt hem. Kijk maar. Ik voel hem ook. Nee, ik voel hem niet. Dit is denk ik een te steile heel. Is het een gradual heel die je steeds vond? Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb geen idee. Was het zeg maar een mountain of een hill? Ja, dat weet ik dus niet meer. Ik zag gewoon bloem, ik denk, jee, bloem. En toen was ik natuurlijk bezig met jouw uitlachen over het feit dat ik bloem had en jij niet. Oké.
Ik weet gewoon dat het bij birds zat en bij, ja, bergen. Ja, want dit is plains, zo'n hill. En ik denk niet dat het daarbij zit. Ik ga het ook niet omringen. Ik kan het altijd gewoon doen, gewoon voor zekerheid. Nee, want dat zit er niet, want ik heb het meest... Ik heb al... Ik zit er nog steeds in de swap. Ik probeer eruit te gaan, maar ik zit er nog steeds in. En ik ben nu 500 blokken verder. Toen ik het zei, ben ik nu uit de swap. Dat is goed, want als ik nu terug ga, dan weet ik in ieder geval waar... Welke coördinaten zit jij? Ik zit nu op 1500 en dan, ja, even kijken, 200. Ik wou wel zeggen, want ik had net ook zo'n hele grote swamp. Ik heb ook een hele grote. Een hele grote, ja. Een hele grote Bowie, hoor zo druk. Ja, Bowie is wel schattig handje. Verveel me, ik ga gewoon deze shipwreck looten. Eigenlijk helemaal geen zin in, nevermind. Het is wel grappig als je hier gewoon een survival wil maken en gewoon nooit meer dit maar vinden. Nou ja, als we een survival maken, komen we elkaar tegen en dan heb ik de bloemen en heb jij de melon thing. Ja. Yep. Ik ga toch wachten in de swamp en hopen dat... Hoe laat wil jij eten, Rick? Weet ik nog niet. Nu nog niet in ieder geval. 8 uur, koekoek! 6 uur bedoel ik. Weet ik nog niet. Ik vind dat zo vervelend. Hoe laat wil je eten? Weet ik niet. 6 uur? Ik zeg dat weet ik niet. Ik zeg letterlijk weet ik niet. Wat is je probleem? Ja. Ik voel die boosheid nu ook. Hoeveel kost die kapper? Weet ik niet. 20? Nee, ik zeg weet ik niet! Fuck! Yes. Ik ga opzoeken. Waxing Crescent. Of daar slime spawnen. Waxing Crescent. Hmm. Slime waxing crescent. Ik heb geen internet van Ziggo. Flikker van eind op. Ik weet niet meer wat Ziggo is. Oh ja. Hey, ik heb een verlaten village. Heftig. En een verlaten zombie village. Dat heb ik nog nooit tegengekomen. Eén keer op Minecraft mobiel misschien, maar... Oké, er is een hefte spawning chance. Dus er is een spawning kans als ik eenmaal... Oké. Dan heb ik in ieder geval wat progress gemaakt. En ik ga liever onderuit met 25-23 dan 25-22. Ja. Cookie. Hallo, cookie. Dat vond ik wel een beetje hodig. Een EK-bal. Kijk erop. Heel fucking bloemen. Karin Bloemen! Waar gaat die zon zo traag? Weet je wat ik ga doen? Ik ga ondergrond. Gewoon zoeken naar mineshaft. Hopen voor de best. En voor de koeienmest. Kan je even zeggen als het nacht wordt? Vind ik wel zo eerlijk. Ja hoor. Nou, we wachten tot 6 uur voor de volgende wedstrijd. Spanje-Kroatië. Ja, gaan we die ook samen kijken? Natuurlijk. Jee. Nou ja, kijken. Meer luisteren en niet op letten. Nou ja, ik kijk meer naar de tv dan naar het scherm. Ik kijk meer naar doepoe, daba, 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 oh, waar weer bij ondergronds thing. Imagine als ik nu gewoon een manje vind, dan is gewoon game over. Heb je een slime dan? Nou, ik zit letterlijk onder een swamp, dus. Oh. Ja. Kijk er naar uit. Oh, het is het fucking granite. Ik dacht dat het fucking hout was. En dan ga ik tunnelvisie krijgen, hè? Ik heb gewoon echt de neiging om naar spectator mode te gaan. Dat naar jou te gaan en gewoon... Nee. En naar jou te gaan en gewoon kijken hoe jij de winst haalt. Kan je niet even?
Hoe de fuck moet ik dit gaan vinden? Hoe de fuck moet ik dit gaan vinden? Ik moet melon en een fucking slimebal. Nou, slimebal is nog wat te doen, maar die melon. Ja, ik snap niet hoe jij niet een melon op je pad hebt gehad. Ik snap het niet. Ik snap wel waarom je zo'n bloem niet hebt. Ja, dat snap ik inderdaad meer dan een melon. Ik snap niet hoe... Wauw, ik heb weer diamond. Ja. Ik snap niet hoe de game jou zo genaaid heeft met die melons. Want ik zie ze overal. Story of my life. Take me home. Bowie is dick. Google Chrome. Drive all night. Nee, dat is gay. Kan ik nou via daar kijken? Wanneer kan dat dan? Morgen! Oeh, dat is wel cool. Morgen ben je er niet, hoor. Oh jawel, van Nederland. Ja. Ik heb gezorgd dat ik in de ochtend naar mijn vader ga en in de avond naar mijn tante. Dus we kunnen mooi naar Nederland kijken. Heel mooi. In verband met Vaderdag. Want ik zag het alweer zo voor me dat mijn vader me alles weer ging bepalen. En de Brezhnev. Mijn vorige laptop kon als je W ingedrukt hield en je drukte op FN en je liet W los en je liet dan FN los, dan ging die automatisch vooruit. Dat kan deze laptop niet meer. Nee. Oh, ja. Dat herken ik. Is het al een beetje nacht aan het worden? Nee. Niet? Mooi. De zon wordt wel lager, maar ik kijk nu recht naar de zon toe en hij zit zeg maar nu een beetje boven ooghoofden. Dus het begint wel bijna nacht te worden. En is het nu gewoon fuck of? Binnen denk ik 2-3 minuutjes. Cave is echt gigantisch. Kap met die skeletons, donder op. Ik zou het grappig vinden als ik hier een ocean temple vind en gewoon zo. Echt is ook gewoon dat ik een keer die, hoe heet het, mineshaft. Ik ben echt bereid om gewoon die video terug te kijken voor die mineshaft. Ik weet niet of dat cheat is. Ja, I don't know. Debatable. Het wordt nu donker. Ik ga dan nu naar boven. Tenminste, ik ga proberen naar boven te komen. Is ook nog zwampwater. Nou, gewoon naar boven. Kap met die skeleton, waar ben je? Douchebag. Daar ben je, prick. Ja, dat is mijn thuis. Ik kan je niet zien. Ik heb je blijkbaar dood. Daryl Jan Maat. Oh, die heeft ook nog, ja. Geen idee meer. Weet je wat ik gevonden heb? Ik kan het echt niet geloven. Fucking Amethyst Cave. Alles komt echt alles komt voorbij. Weet je wat ik gevonden heb? De bloem. Please zeg de bloem. Nee, ik heb een... Hoe heet zo'n ding waar van die beesten in zitten? Onder water. Die ruins. Ja, die ruins. Hopelijk. Volgens mij zit dat chesten, toch? Ja. Ja. Wauw, amethyst. Wow. Leuk. Fijn dat ik ook helemaal niks meer kan. Weet je wat je ermee kan maken? Een spyglass. Wauw. Niet dat Optifine letterlijk een inzoomfunctie heeft. Ik kan het ook weer niet zien. Ik kan niks zien. Dat is het hele vervelende aan Shushufibibi. Ja. Oh, dat is ook zo'n underwater cave. Dus nou zijn de slimes en dan kom ik gewoon niet meer boven. Dit ga je mij zeggen dus. Ja. Maar ik geef niet op. Ik wel. Een chest. En ik verdrink. Oké, dan geen chest. Ik ga je naar boven toe, aan elkaar. Hoppakee. Go. Ik kan die kutjes niet openen. Ik kan die chest niet openen. What the fuck? Ik word helemaal teruggezet, man. Server lag. Woo. Ja, ik ook. En ik verdrink daardoor. Daardoor kan ik die kutjes. Oh, dit is heel kut. Oh, hou op. Hij duwt me elke keer terug onder water. Oh, dan komt er ook nog zo'n kut drowned.
Maar wat moet je met een kist? Boeien. Ach, misschien zit er wel leuks in. Ja, ik hou je niet tegen. Kost jou alleen maar de... Nee, ik hoor slime! Ho! Oh! Ik hoor een slime! Ik hoor een slime! Juf, het wordt nog spannend ook! Je hoort een slime? Oh mijn god! Oh mijn god! Oh mijn god! Dit wordt een rik! Ja! Slime! Dit wordt een... Ja! Ja! Nice. Ja! Oh. Ik heb slimebal! Oh, nice, nice, nice. Ja! Die fucking cute melon. Nou, die melon nog! Oh. Oké. Okay. Als je kan slapen graag. Ik heb een slime. En het is ook echt, zelfs als jou, de enige slime die ik kan zien. En het is ook precies waar ik naar boven ging. Mooi, ik die zijn we klaar. Wacht even, juf, ik ren nog even van monsters weg. Nou, die melon nog. Ik lig in de zee. Yes! Yes! Oké, nou die melon nog, kom maar! Het zou ook echt de grootste redemption arc zijn ooit, als ik gewoon die... Want jij stond zo fucking ver voor de vorige keer. Je had echt 5, 6 items meer. En ook van die zeldzame bamboes en zo. Als ik ga verliezen op bloemen, dat is zo triest. Ja, maar het is ook... Oké, maar eerlijk, het is ook triest als ik ga verliezen door melon. Die bloemen vind ik nog excusable, vanwege dat ze zo zeldzaam zijn, maar een melon, juf! Een melon! Ja, dat is ook triest. Het is allemaal triest eigenlijk. Er zijn hier geen winnaars. Weet je, als ik win, dan winnen we beide. En als jij wint, winnen we ook beide. Ja. Dit is gewoon meer een challenge dan tegen elkaar. Ja. Ik wil niet meer. Oh, zal ik naar Spectator 3 gaan naar jou? Nee! Ik heb geen team meer. Nee, maar dat is, dan verdubbelen de kans dat we kunnen winnen. Kom op. Ik zit in het midden van de oceaan. Ik heb geen boot. Ik ook. Kom op, juf. Ik heb geen boot! Ga je maar zwemmen! Misschien is er een dolfijntje ergens. Die is waar! Maar je zit bij een shipwreck, pak gewoon het hout daar. Ja, ik heb al een bootje in hun gemaakt. Mooi. Oké, wat is dat? Zand. Oh. Gaaf hoor. Yeah! Taiga! Leuk! Zand. Wum. Ik ga nu naar 0. Eigenlijk. En dan ga ik hopen dat ik vanaf daar een beetje... Goede kant op gehaald. Alles is hier taiga. Ik heb ook gewoon geen mesa gevonden. En alles trilt hier. What the fuck? Kan dat... What the fuck trilt daar zo? Aardbeving. Is er een vliegtuig of zo? My lord. Oeh. 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 Packed ice voor de derde keer. Kom op, Rick. Kom op, fix die bloem. We zijn nu gewoon voor elkaar. Het is nog best wel spannend. Ja. Yeah. Dat is het hele stomme. Yeah. Het hoort helemaal niet zo spannend. Fucking village weer. Oh nee, is een shipwreck, nevermind. Ik heb die curry treasure map niet eens gedaan. Het boeide me echt helemaal niks. Wat moet je ermee? Er zit helemaal niks speciaals in. Ik had ook geen zin om te zoeken, eerlijk gezegd. Fuck. Leven de aardappelkoningin. En een shipwreck, wauw. Ik ben bijna bij 0. Ik ben echt in de buurt van 0. Protection 4. En ik ben ook bij een biome waar het 0 is. Oh. Ben je gewoon zo'n koude troep? Frozen Ocean. Kom maar. Ik heb... Even luisteren, hè. Dit is echt het moment. Ik heb protection 4. Leather boots. Where is the big show? Ja, inderdaad. En ik heb een It's the doos. Big man show now. Ik ga die emeralds niet eens meenemen, joh. Echt boeien. Oh, ik ga bedrinken. That's the big show! Weet je, zal ik gewoon mezelf bedrinken? Ja. Ging nu al bijna vanzelf. Ga ik gewoon ergens anders beginnen. Sure, ik hou je niet tegen. Ik weet niet waar. Ik ben bijna bij 0. En weer een shipwreck. Hey. 0 is bij een ijsberg. Dat is het. Dus ik ga gewoon weer verder. En waar span ik gewoon? In een jungle.
Jongens. Ik weet ook helemaal niet, je bent 500 chunks van me vandaan, dus ik kan je ook gewoon niet vinden waarschijnlijk. Je bent met 0? Ik ben nu bij 0. Dan is dit waar ik ben best dichtbij. Oké, ja, maar dat zegt alsnog niks. Hoe de fuck weet ik waar het is? Laat ik zeggen... Euro. Zie je een meloen nu? Even kijken. Gewoon als je even om je heen kijkt, zie je een meloen. Even kijken. Ik ben alweer weggelopen van de horst. Ik loop wel even terug. Maar het zit... En dit is echt heel ruim gezegd. Ik zit binnen 5000 blokken sowieso van jou. Oeh, er is een kans hoor. Nee, maar die kans is nog kleiner. Maar ik wil geen specifieke aantallen noemen. Nee, dat is... Maar, heb je een meloen in vizier? Een code of blast, oh ja. Nee, dat doen we niet. Oké. Weet je wat echt een good punch zou zijn? Dit is nu echt mijn beginspan, als hier gewoon die forest is. Ja. En het lijkt er wel op, want dit is precies zo'n hill. Oh wee, als dat er zo is. Ik heb hier een shipwreck met allemaal van die ruïnes boven water. Voor de derde keer, wat zo zeldzaam is. Ik gooi me even van de berg, zo. Dit is zo zeldzaam, wat is dat zeldzaam. Ik zie hier wel een birch forest, daar ga ik maar even naartoe. En dan zie ik zo, dan zie ik de meloen en dan heb je de bloem. Ja, dat zou ook wel episch zijn, dat zou ik wel leuk vinden ook. Dit is zo pijn, dit is zo pijn. Een jungle man. Of een mesa. Potentieel acacia. Is dit een warm ocean? Nee, het is een normaal ocean. Ik hoop het op een warm ocean. Oh ja. Oh, dit is trouwens heel lekker te zien dat we gewoon... Oeh, dolfijntje. Dat jij die... dat jij dat ding hebt afgestreept. Ja, dat bedoel ik. Of all the fucking things in Melon. Oh. Ah, met rust. De meest. Maar ik heb ook gewoon 2 jungles. Een mineshaft heb ik gevonden. Meerdere acacia dingen. En allemaal hebben we geen meloen. Het is niet... Het is gewoon echt die game. Dit is wow, niet jou. Een portal. Yay. Moet je hoe blij ik ben, man. Ruin portal. Ja, wow. Ik voel hem ook. Yeah. Ik hoop ook gewoon dat... Ik zit nu in de oceaan. Ik hoop gewoon dat het elk moment lichtblauw wordt. Want het betekent dat het een warme oceaan wordt. Ja, dat had ik net ook. Maar dan andersom. Ik ging van lichtblauw naar... Ja, joh, tuurlijk. Toen dacht ik, laat ik me maar drownen. Dacht ik, ik heb er geen zin meer in. Ik ga wel... Ik ga nu echt 1 rechte lijn naar het westen toe. En ik hoop gewoon dat ik daar een jungle vind. Ik vraag echt helemaal niet veel van de game, hè. En jij ook niet. Nee. Dat is zo. Ik ga een meloen. Ja. Ik bedoel, meloenen, dat is toch echt mooi. Zit ik hier weer in mijn bootje. In water. Ik was ook zo blij toen ik die jungle zag. Ik was echt zo fucking blij. Ja. Ja, dolfijn, kom maar op het laatste moment wanneer ik net uit het fucking water ga. Oh, prick. En weer een forest. Ik heb... Wie is de most streaming editie? Ik krijg de fucking tering. Waar moet er nou weer een andere versie van gemaakt worden? Dat is gewoon goed zoals het is. Wel mooi hoe er weer over 40 minuten een wedstrijd komt. Ook naar Spanje. Oh. Ja. En Kroatië. Oh. Daar heb ik wel zin in. Ik vind dat lijkt me echt wel een wedstrijd. Ik heb weer savanne. Hey. Kom op, alsjeblieft. Oh, dat betekent dat ik weer bij warm gebied ben. Fucking geef me dat
Laat mij gewoon zo'n irritante, hoe heet zo'n ding? Zo'n village. Ik kijk nooit meer hetzelfde naar deze bloemen, hè? Besef dat. Allemaal village. Nee, ik zie alweer oceaan. Het is echt heel cute, dat is het lullige. En Bo is ook zo deur. Ja, boei. Sorry, ik ook cute, dan denk ik gelijk aan Dikketje. Ja, ik ook. Dikketje, ook zo deur. Oh, zo deur. Mag ik jou ook eerlijk zeggen, ik ben ook helemaal niet meer aan het haasten. Ik ben gewoon mijn tijd aan het nemen van, joh. Ik ben ook mijn paard heb ik geditcht. Ik ben gewoon normaal lopen. Arm paard. Ik heb het letterlijk in het water achtergelaten. Ik heb stikker in. Ik heb de boot gepakt. Wat een haat. Je arm paard is je zo geholpen erin. Ja, het heeft me wel geholpen. Je hebt wel gelijk. Je hebt gewoon achtergelaten. Ja. Kan je het er niet maken? Nee, klopt. Heeft Buxom. Oh ja, wrijf er maar in met je pumpkins. Weer niet? Nee, pumpkins. Ja. Fucking melon game, hoe moeilijk kan het zijn? Deze fucking savanne is ook huge. Weet je wat ik doe? Ik ga een boom hakken. Wow. Dat heb ik toch al lang niet meer gedaan. Nog een boom. Ik ga gewoon een base bouwen. Ik ga gewoon survivalen. Ik heb al de energy dragon verslagen. En jij? Ja, ik ben nog steeds bezig met de balloon. Ja. Het is gewoon echt dat ik ook drie cherry... Ja, tuurlijk. Het is gewoon echt dat ik ook drie cherry biomes heb gevonden. Cookie. Ja. En jij god knows wat veel fucking... dingen jij gevonden hebt. Ja, deze savanne is gigantisch. Je hoeft nog een speciale naam heeft. Nee, gewoon savanne. Ik maak nu gewoon een blank beest. Toren. En ik ga maar gewoon even in de lucht kijken. Dit helpt helemaal niks. Oké. Okay. Nou, meestal zit een jungle wel naast de savanne. Ik heb dat wel heel vaak. Maar ja. Ja, jungle zit meestal ook naast... Nee, savanne zit ook meestal naast plains. Precies toen je zei plains. Nou, dan gaan we hier naartoe. Precies toen je het zei. Het is wel bijzonder eigenlijk. Kan je even, welke biomes nog meer? Staan ze nog meer naast? De savanna. Ja. De desert. Vind ik opeens nu een desert. Ik heb nog helemaal geen desert gevonden. Ik heb geen cactus gezien. Ik ook niet. Nee, ik heb wel een heel kleintje gevonden. Weet je nog toen ik zei van dat ik ook nog geen desert had gevonden? Nou, toen dus. Nee, ik heb, nou laat ik het zo zeggen, ik heb vast misschien wel een desert gevonden ergens, maar ik heb geen cactus gezien dus. Ik ben bomen aan het strippen. Oh, 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 ja, 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 heb je? Ja, 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 ik heb een village cool. In het ding, maar ik weet niet. Oh, ja, oh, doe het, verlof mij mijn lijden, alsjeblieft, Yeah. Ik heb koppijn. Hoe de fuck heb ik dat gewonnen? Ik kan niet meer. 5 uur zijn we bezig geweest. Fucking 5 uur. Oh my fucking god. Ik kan het niet geloven. Oh my. Come on. Yes. Ik ga even in-game om te kijken of het hier in de buurt zit. Wat is dit trouwens, Rob? Dat jij dan niet... je kan die locate command gebruiken. Oh, ja. Yeah. Ik sta letterlijk. Yes! Hoe heb ik dat gewonnen? What the fuck? Oh. Oh, wat is dat, Rob, trouwens? Dit is echt een Kroatië-Zwitserlandje. Ja.
Ja. Ik ben blij dat het hier voor 5 geduurd heeft, want dan ben je van niet pist. Van ben je meer opgelucht dan pist. Nee, ik kan het niet geloven. Oh, fucking vijf uur. En er zijn echt heel veel melons hier. Zo lullig. Ik ben gewoon de hele tijd bezig geweest met één item te zoeken. Gewoon ja, één. Ja, ik ook. Eén item. Ja, jij moest ook nog slime doen. Ja, ja, I guess. Oh, goed. Ik ga even locate doen. Locate. Biome. Hoe heet dat? Hoe heet dat? Sakura of zo? Hoe heet dat? Cherry. Cherry. Ik kan niks vinden. Cherry Grove. Ik ga het even opzoeken. En de Mountain Peak, Mountain Slope, Flower Forest. Mountain Block Away. Oh, flikker een eind op. Waar zie je dat? What the fuck? Ik zie helemaal niks. Floral, oh, is dat er? Ik heb... Wat is... Cherry Grove. Cherry Grove. Ja, maar als ik dat doe, dan... Ik krijg niks. Climate krijg ik, maar... Cherry. Oh, hier ja. Ja, ik heb hem. Oh, wat is dat snel. Ik ben trouwens richting jou gegaan. Dus ik had je wel tegengekomen, zadelijk. Voor mij is dat helemaal niet... Waar was je spam? Ga eens dood? Oké. Okay. Ik heb echt koppijn. Die uithaal die ik deed toen ik die melon zag. Pap, nee. Wij zijn 5 uur bezig geweest met 1 potje bingo. Ja, zelfs hij doet een surprise Pikachu face. Ja. 5 uur, ja. En weet je wat, ik moest 1 dingetje hebben, dat was een meloen. Een van de, nou ja, in principe makkelijke items om te krijgen. En dat heeft 5 uur gekost. Vind je het dan gek dat ik hier in de ronde spring? Nee, ik heb hem gevonden. Waarom denk je dat ik hier in de ronde spring? Het heeft 5 uur, 6 minuten en 14 seconden. Dus exact 5 uur heeft het geduurd. Yep. Het is echt sneuveljaar, though. Ja. Ik ben gewoon happy, eigenlijk. Ja, voor mij zouden het beide niet zo verboeien. Het zou mij ook geen fuck schelen. Het is gewoon bake it fucking stop. Fuck, ik heb koppijn. Zoals ik al zei, niemand heeft, is hier. Het zijn alleen maar verliezers. En I know, je hebt gewonnen, maar dit was echt een moordkap. ik heb niet gewonnen, ik heb iets minder verloren. Ja, zo hé. Oh, ik heb de cherry hier voor. Ik ben trouwens bij mijn spawn, dus... Wat is je coördinaat? Je kan gewoon tp'en, toch? Ja, maar daar gaat mij niet om. Min 2400. Min 99, min 990. Je zat echt 1000 blokken ervan. Doe eens nu eens die locate. Even kijken hoeveel blokken je ervan van spawn. Ja, 2000. 2000, dat is in principe voor de 5 uur dat we bezig gegaan zijn, is dat helemaal niet. Waarom heb je allemaal path? What the fuck? Je zit ook in een gigantische jungle, jij. En gelijk bamboe er ook in, what the fuck? Ja. Oh my lord. Ik heb er dus helemaal niet in gekeken vanaf het begin. Toen zei ik nog van, ik heb niet Ik ben kapot. Ik ben zo blij dat we klaar zijn. Ik ben geen legit. Mijn gevoel is niet van yes, ik heb gewonnen. Nee, yes, het is klaar. Ja. Oh, en ik hoorde dat ook niet te winnen. Laten we om onze faith to restore gewoon volgende potje even gewoon samen iets doen. Laten we gewoon als een team goal naar iets werken. Ik denk dat we dat wel even nodig hebben na dit. Ja, inderdaad. Ik kan niet meer. Heb je dit trouwens gezien, TB's naar mij? Zit je in game mode? Ik stop maar één helleboog. Wat is er? Ik vind het zo cool. Ja, ik had ook zoiets gevonden. Er zat ook zo'n boom in. Oh, nee, heb je hem? Wacht, ik ga zoeken naar Lush Cave. Laten we zo even kijken naar mijn reactie van die mellen. Want ik weet helemaal niet meer wat mijn reactie was. What the fuck? 5 uur, 6 minuten, 14 seconden. Oké, wat is dit? Ik ben ook tegen een aardappel.
Oh, dit is een waarom ice is cave. Het, waarom vind ik? Nee, deze ik heeft zie die niks. Bloemen niet. Deze heeft die bloemen niet die je zocht. Oh, ik zit in een... Nee. Deze ik heeft zie niet hem de bloemen... Je moet een spectator nee, die heeft gaan. niet die bloemen, maar ik... Oh, spectator, wat. Ik bedoel, het is echt een hele mooie biome. Ja, het is oké. Game modes. I'm gonna fucking cry, ik kan het echt niet geloven. Oh wacht, dit is helemaal niet een mooie. Er zijn echt hele mooie lush caves. Fucking hell, juf. Ligt er van diamond, ja, dit is echt... Ja, dit is niet zo'n mooie lush cave. What a rollercoaster. Oh, here we go. So fucking... Oh, yes! Twee video's ja, ik had echt niet geloven. Dit was inderdaad, hoe komen we terug bij spawn? Dat is bingo end. Voor mij of bingo, wat is het? Hoe stop ik? End. Completed the card. Ja, en nu? Lobby, dat probeer ik altijd. Slash home. Voor mij is het slash stop en dan moet ik gewoon... voor mij moet ik de map resetten. Nou, niet resetten, maar... Oké, okay. Anyway. Ik even dood. Ik ga echt even bijkomen hiervan. What the fuck? Zullen we even een kleine pauze inlassen en dan gaan we straks samen bingo kaarten ja, vullen. Ja, ik denk dat ik even ga eten ook. Ja, ik ga ook even eten. Wat we kunnen gaan eten. Hey. Oh, dan hebben we even een half uurtje voor de wedstrijd. We hebben een half uur voor de wedstrijd, ja. Nou, dit was de aflevering. Hopelijk vond je het alsnog leuk. Ik denk dat ik deze video's gewoon ga gebruiken als podcast. Want ik ga hier echt niet naar kijken. 5 uur lang. In ieder geval, dit was de aflevering. Oh, ja, er is niks aan om te kijken. Ja, en dan zeg ik... Doei!